Mark, ik wil dit gesprek aan het einde van dit gekke jaar niet beginnen als verslaggever en directeur van Feyenoord, maar gewoon als twee mensen die het met elkaar hebben over 2020 en alle uitdagingen die dit jaar heeft geboden. Nog los van je directeurschap bij Feyenoord, hoe heb jij dit jaar beleefd? Ja, bizar. Ik ben een jaar geleden exact algemeen directeur geworden, maar jij zegt als mens. Nou, als algemeen directeur hadden we ons een aantal doelen voor ogen. En wat hier natuurlijk gebeurt is binnen Feyenoord, maar ook binnen Nederland en de hele wereld en alle andere sectoren die spelen, ja, eigenlijk onbeschrijfelijk. En je voelt dat je wordt af en toe stil van. Ik denk dat we hier over 10 of 20 jaar, als we hierop terugkijken, dat is een van de grootste gebeurtenissen, denk ik, in de menselijke geschiedenis in de wereld. Met het aantal besmettingen, het aantal mensen die overleden zijn en hoe gewoon de wereld tot stilstand komt. Zowel aan de zieke en overlijdenskant, maar ook de economie. En in ons geval ook de evenementensector. En dat eigenlijk, in 2-3 weken. Ik weet nog goed februari dat we allemaal dachten, dit duurt 2-3 weken. Premier Rutte die zei van, blijf 2 weken thuis. En die liep het podium, je mag elkaar geen hand meer geven. En je moet niezen in je elleboog. En die liep nog het podium af en die gaf 2 mensen nog een hand. We dachten, kijk waar we nu zitten. Dus eigenlijk niet te bevatten, kort gezegd. Heb je er ook persoonlijk veel van wakker gelegen? Hoe heb jij ermee gedeeld? Ja, allereerst natuurlijk, bijvoorbeeld mijn vrouw werkt in de zorg. Die werkt hier in het IJsselland ziekenhuis. Die kwam natuurlijk iedere avond met verhalen thuis wat daar allemaal gebeurde in maart en april. Dus allereerst kijkend natuurlijk wat er in Nederland en de wereld gebeurt. En hoe ernstig de situatie was, of is nog steeds. Alleen kijk ik natuurlijk ook wel weer snel naar Feyenoord. Dat is ook mijn plicht. En tussen maart en zeg maar september waren wel bizarre maanden. Ook gewoon voor het bedrijf en de club Feyenoord. Vooral onzekerheid. Dat is het ergste. Goed nieuws is het mooiste. En slecht nieuws. Als je maar weet wat het is, dan kan je er ook nog naar handelen. En hopelijk het in het vervolg beter doen. Maar dit was gewoon pure onzekerheid. Eerst nog het vorige seizoen, het nieuwe seizoen, financieel wel geen supporters. Ik denk dat we daar nog wel over te spreken komen. Maar vooral die onzekerheid in die maanden en gaan we dat met z'n allen overleven? Hoe lang duurt het? Dat hebben we voor wat slapeloze nachten gezorgd. Ja, de ene mens wordt er heel verdrietig van alles wat er gebeurt. Een ander wordt heel erg boos vanuit de onmacht die er is. Welke emotie overheerst er bij jou? Ik ben niet zo heel snel boos of verdrietig. Wel ongeduldig. Kan ook tot boosheid leiden. Het is vooral iets wat je niet in de hand hebt. Ja. En die onzekerheid. En dat is het. Dat is gewoon het vervelende. Eigenlijk heb je het niet in controle. Het liefst ben je natuurlijk thuis of op je werk ben je gewoon in controle wat je doet. En nogmaals, dan gaat niet alles goed. Maar evalueer je en probeer je het weer beter te doen. En dit heb je gewoon niet in de hand. En zaken die we of ik niet in de hand hebben, daar maak ik me minder zorgen om. Dan denk ik dat raakt ons niet, of je kan er toch niks aan doen. Maar dit raakt ons natuurlijk wel op iets wat we nog steeds niet in de hand hebben. En dat gaf gewoon heel veel zorgen. Ook natuurlijk omdat, één, was Feyenoord hoe en of we überhaupt gingen voetballen. Maar vooral ook omdat we hier samen met de stadion mensen met een kleine 300 mensen aan het werk zijn. Ja, en je toch heel graag wil, dat zijn ook 300 gezinnen, dat we met elkaar goed die storm doorstaan. Ja, achteraf is die competitie nooit uitgespeeld, hè? Als we nu terugkijken en zien dat in heel veel andere landen dat wel gebeurd is. Hoe blik je daar dan op terug? Eigenlijk ook dubbel. Wij hebben altijd gezegd, we volgen uiteraard het RIVM en het OMT waren allemaal nieuwe woorden voor mij ook. Ja. Maar in één keer zat je iedere avond naar Jaap van Dissel te luisteren. Ja, we hebben een paar BN'ers erbij. En naar Hugo de Jonge en premier Rutte. Het aantal stervenden en het aantal zieken, dat was zo hoog. En de besmettingsgraden, dus gezondheid van alle Nederlanders is het belangrijkste. Alleen hebben wij altijd wel gezegd naar de KNVB, laten we naar deze mensen luisteren. Maar zo lang mogelijk proberen om dat seizoen uit te spelen. Dan zegt iedereen, je hebt makkelijk praten. Het ging goed met Feyenoord. Ja, tuurlijk. Wat had er voor ons ook nog ingezeten? Dat is een beetje dat dubbele gevoel.
We hadden geen wedstrijd meer verloren sinds november. Er stonden nog 6 punten achter op AZ en op Ajax. Die kregen we allebei nog een uit- en een thuiswedstrijd. We zaten in de bekerfinale. Dus ja, leek ons ook normaal gesproken normaal om gewoon te kijken hoe lang kunnen we nog doorvoetballen. En uiteraard omdat we in een goede flow zaten. Nou, toen heeft premier Rutte op een gegeven moment gezegd van ja, het is toch vrij snel van het ziet er zo slecht uit in het land met de besmettingsgraden en de ziekenhuisdruk. We stoppen tot 1 september. Nou, daar heb je je gewoon naar te gedragen. Met de KNVB en de Eredivisie gesproken. Als je nu achteraf kijkt, maar ja, achteraf is natuurlijk altijd heel makkelijk kijken. Ja, zijn wij geloof ik het enige land, bijna het enige land waar de competitie niet uitgespeeld is. Ja. Dus kan je wel constateren dat wellicht die beslissing iets te vroeg genomen is. En dat we wel hadden kunnen uitvoetballen. Wij hebben als Feyenoord altijd gezegd, wij conformeren ons aan het landelijk beleid en aan de KNVB. En ook de KNVB heeft op 24 april gezegd, we stoppen. Ja, dan kunnen wij nog 3 keer hard roepen, willen doorspelen. We hebben het nog even over gehad, is mogelijk om die bekerfinale uit te spelen. Wellicht misschien ter vervanging ook in september van de Johan Cruijffschaal. Nou, dat was allemaal niet mogelijk. Het seizoen kwam ten einde en we weten allemaal wat daar het resultaat van is. Ja, jullie schaarden je dan achter het rijksbeleid. Er waren ook clubs die ook in de media over elkaar heen buitelden. Met verbazing naar gekeken? Jazeker. Dat was in het begin natuurlijk ook best chaotisch. Je zit met 18 clubs in de Eredivisie. Je bent ook allemaal 1/18 deel eigenaar, zeg maar, of aandeelhouder van de Eredivisie. Maar uiteindelijk, ja, niks is een mens vreemd en niks is zeker een voetbalclub vreemd. Kijk je natuurlijk ook een beetje naar jezelf. Dus een aantal clubs, of dat naar bovenin of onderin waren, ja, die riepen van, nou, we willen stoppen. Dan kunnen we niet degraderen. Of we zijn eerste of we spelen Europees voetbal. En natuurlijk een aantal clubs die zeiden, ja, we willen doorspelen. Want dan kunnen we ons nog zeker spelen of kampioen worden. Nou, daar waren wij er natuurlijk ook een van. Ik denk dat het wel beter was geweest als we van tevoren met een x-aantal clubs of de Eredivisie wat sterker naar voren was gekomen in die periode. Om te zeggen, joh, we roepen alle clubs bij elkaar. Wat zijn de meningen? En dan kan je natuurlijk, is de mening van RKC waarschijnlijk anders dan die van Feyenoord of van Ajax. Maar dan doe je dat met 18 clubs of je doet het in 3 groepen. Om in ieder geval van tevoren te kijken, wat zijn de mogelijkheden? Wat gebeurt er als dat of dat wordt besloten? Nou, daar is te weinig, zijn we bij elkaar gekomen. Is ook moeilijk om daar overeenstemming over te bereiken. We hebben dat wel eens met 4 clubs geprobeerd in die periode. Met 8 clubs, nou dan gaat toch iedereen. Ja. Hè, dan zegt Ajax, ja, we willen eerste zijn. Dan zegt AZ, daar hebben we ook recht op. Dan zeggen wij, nou, waarom wij niet? Dus, en dan gaat het uiteindelijk gaat het natuurlijk om die ranglijstpositionering, maar ook om het geld daarachter. We kunnen allemaal lang of kort praat, gaat natuurlijk toch wie krijgt Champions League geld, wie krijgt Europa League plaatsen en wel of niet degraderen. Nou, dat is niet gelukt. Ik denk dat de Eredivisie nogmaals daar wel daadkrachtig aan de voorkant had kunnen optreden. Toen ging het alle kanten op, tot het moment dat die vergadering kwam op 24 april. Ja, en daarna zijn de rijen wel gesloten met in ieder geval de gevolgen van dien. Hoeveel inkomstenverlies heeft Feyenoord? Kortom, hoe hard heeft corona jullie uiteindelijk geraakt in 2020? Nou, in 2020, volgens mij hebben we een aantal maanden geleden ook met elkaar gesproken. En toen hadden wij gezegd van bij een begroting met Europees voetbal, want dat wisten we natuurlijk door die derde plek dat we die groepsfase hadden, zou dat in een normaal seizoen ongeveer qua omzet 70 miljoen zijn. We dachten toen dat dat naar 253 miljoen zou terugzakken. Dat is uiteindelijk op 758 miljoen uitgekomen. We hebben nog iets meer kunnen besparen. Alle medewerkers en ook de staf en de spelers, pet af, doen daaraan mee. En we hebben een beetje extra inkomsten kunnen genereren. Dus dat ging naar 58 miljoen. Dat betekent dat we niet het hele gat kunnen dichten. Wat we gewoon tekortkomen door zonder publiek te voetballen. Dus daar zal aan het einde van het seizoen wel een operationeel verlies uitkomen. Maar we moeten ook de boel draaiende houden. We hebben gezegd, we willen met 300 man uit de crisis komen. We willen ook nog een goed elftal op de been houden. We moeten ook meedoen om de prijzen in de competitie en in de beker. Want anders... ja, dan is de patiënt straks toch nog overleden terwijl we er alles aan gedaan hebben. Daar hebben we ook niks aan. En dat is ook allemaal begroot. Onze grootste zorg zit natuurlijk in de tweede helft van het seizoen. Ja. Want ik heb toen ook gezegd dat we de eerste helft van het seizoen zonder publiek begroten. Nou, dat is alles op afgestemd. Dus dat loopt ook eigenlijk conform begroting. De eerste twee wedstrijden hebben we nog die 2 keer 13.000 man gehad, maar daarna niet meer. Maar de tweede helft van het seizoen hebben we natuurlijk met publiek begroot. En zoals het er nu naar uitziet, ja, gaan wij er wellicht wel vanuit dat we het hele seizoen zonder publiek moeten spelen. En dat is echt een hele harde klap voor ons. Ja, gaan we het zo over hebben, over het toekomstbeeld en het perspectief wat er is. Maar even over het jaar dat achter ons ligt. Dat moet je uit je eigen vermogen dan halen, dat gat van die pak en beet 12. En kunnen jullie dat?
Ja, nou, ons eigen vermogen is uit mijn hoofd gezegd nog 1,18 miljoen. Dus dat aan het begin van het seizoen. Dus daar hebben we natuurlijk ook op begroot. Dat betekent als het allemaal door zou gaan zoals we begroot hebben, er operationeel een verlies uit zou komen. En spelers transfers resultaat ook in eerste instantie. Maar dan ga ik er even vanuit dat er helemaal niemand verkocht wordt in het hele seizoen. Dat is natuurlijk ook onwaarschijnlijk. Maar dan zou het nog wel binnen de kaders van ons eigen vermogen blijven ook. Alleen raakt dan wel het einde, zeg maar, van de bodem. Of de bodem raakt in zicht. Dus dat betekent voor de toekomst dat er wel wat moet gebeuren. En dan heb je nu nog de stap voor het komende half jaar wel of geen publiek. Ja, je hebt het over, we willen eigenlijk met dat hele team van 300 mensen willen we ook uit deze crisis komen. En er is dit jaar wel iets bijzonders volgens mij gebeurd. Van alle medewerkers, van top tot zeg maar allemaal. Qua loonoffers, qua iedereen die... Volgens mij draagt iedereen dat samen. Ja, vind je dat mooi of blijft het vooral een toch iets pijnlijks ook wat je moet vragen van mensen? Nou, vooropgesteld is niet leuk. Het is natuurlijk nooit leuk om offers aan je medewerkers te vragen, op welk gebied dan ook. Maar ja, het is wel pure noodzaak. En kijk om je heen, kijk naar Blijdorp, kijk naar Ahoy, kijk naar het Luxor Theater, wat daar allemaal gebeurd is. Daar is ondertussen, denk ik, een derde van de bezetting is weg. Wij hebben gezegd, wij willen dat zo lang, maar we hebben elkaar ook nodig en het is tijdelijk. Nou, dat tijdelijk wordt wel, moet ik zeggen, een beetje lang. Maar hebben we ook heel duidelijk uitgelegd in de maanden, eigenlijk al vanaf mei, juni, juli, augustus. En als het echt lang zou doorgaan wat eraan zat te komen. Nou, dan is het wel fijn om te constateren dat echt 100% van de mensen daarin meegegaan is. Het is natuurlijk wel naar rato. Iedereen naar salaris levert ook een bepaald deel in. Maar petje af voor alle medewerkers, maar zeker ook voor de spelersgroep en de staf. En uiteraard doen wij ook mee, die daaraan bijdragen. En dat levert ook een aardige besparing op. We hebben ook altijd al gezegd, daar zijn we er nog niet mee. Er moet nog veel meer gebeuren. En het goede is ook door deze bijdrage van iedereen, dat we in ieder geval dit seizoen goed kunnen afmaken. Maar ja, we komen straks nog even over de toekomst. Ja. Als dat nog heel lang gaat duren, ja, dan komen wij in augustus, september, oktober ook in een probleem. Ja, ik hoor her en der mensen zeggen van joh, de situatie is ook zo nijpend. We gaan nu weer een transferwindow in. En eigenlijk moet Feyenoord in dit transferwindow spelers verkopen. Is de situatie inderdaad zo nijpend? Vraag ik je maar op de man af. Nee, dat is gelukkig niet zo. Want ik zei net ook dat we in ieder geval het seizoen goed kunnen afmaken. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, er komt nog wel een uitdaging aan als we zonder publiek moeten voetballen. Maar dat kunnen we hopelijk ook op andere manieren oplossen. Dit seizoen hebben we ook geprobeerd getracht. Sommige dingen waar je trots op bent, net over de mensen die allemaal meehelpen en meedenken. Supporters die natuurlijk ook vorig seizoen afgezien hebben met de zakelijke relaties van een stukje restitutie, wat ons ook geholpen heeft. Nou, en de steun die je daarvan ontvangt, dat zijn wel zaken waar je zegt, je bent trots op. En ik denk dat het ook heel goed is dat we dit seizoen kunnen afmaken. En ook dat we de selectie in stand hebben kunnen houden van de zomer. We hebben de belangrijkste contracten kunnen verlengen. We hebben met Dick Advocaat kunnen verlengen. We hebben met de staf kunnen verlengen. Dus we konden in ieder geval in september goed aan het seizoen. Misschien niet de ideale voorbereiding, maar we konden goed aan het seizoen beginnen. En we kunnen het seizoen ook met deze selectie afmaken. Dat willen we ook het liefste. En ook met Dick Advocaat afmaken. Dat we gewoon een hartstikke mooi einde van de periode van Dick bij Feyenoord kunnen beleven. Maar dat is het streven is dus eigenlijk ook deze winter om dit team bij elkaar te houden. Tenzij, maar dat geldt natuurlijk altijd, er iemand aanklopt, is het dit bod kan ik niet weigeren. Nee, alles, uiteindelijk is alles te koop. En natuurlijk zeggen wij eerlijk, kijk, Feyenoord is een club die spelers zelf moet opleiden. Die spelers het liefst 2, 3, 4 jaar in zijn selectie wil hebben met een goed team. Om prijzen te winnen, om daar aan mee te doen. Maar op een gegeven moment moeten er ook spelers verkocht worden. Dat is nu eenmaal gewoon ons businessmodel ook. Wij kunnen een extra sponsor binnenhalen voor 500.000 euro of 1 miljoen euro. Maar als je ziet wat er nu gebeurt, dan helpen ons eigenlijk 2 hele grote stappen die we kunnen maken. Is Europees voetbal. Vandaar natuurlijk de teleurstelling van de uitschakeling in de Europa League. Dat had ons echt ook nog wel zeker kunnen helpen. Naast het sportieve en de mooie wedstrijden, maar ook financieel. En is transfers, dus we moeten ook wel een keer verkopen. Maar als jij nu rechtstreeks aan mij vraagt, moet je van de winter verkopen? Nee, is dat niet nodig. Maar mocht er interesse zijn natuurlijk in spelers en we krijgen daar ook de juiste prijs voor, ja, dan uiteraard gaan we daar naar kijken. Ja. Jullie hebben bij Feyenoord, het geluk wil ik zeggen, maar dit is geluk dat je afdwingt. Jullie hebben kundige mensen in huis met Casper van Eyck, Annemiek van Eyck natuurlijk, die weten veel. En die kunnen misschien met een realistische blik naar de toekomst kijken wat voor scenario's er zijn. Aan de hand van die expertise,
dan vraag ik hem eigenlijk aan jou. Welke scenario's houden jullie nou rekening mee? Je zin speelt er al een paar keer op van wat er in die tweede seizoen zelf weer op gang zou moeten komen. Ja. Waar hou je rekening mee? Concreet twee scenario's nu is dat we tot zeg maar half maart zonder publiek spelen. En het slechtste scenario, maar wat zeker niet onderop ligt, is dat we het hele seizoen zonder publiek spelen. Nou, daar is natuurlijk, volgen wij het ministerie. Ik heb zelf bij een van de gesprekken met minister Van Ark mogen zitten. Namens een aantal eredivisieclubs volgen we natuurlijk, hebben we overleg met de burgemeester. Nou, en die zeggen wel heel duidelijk, nou ja, kijk wat er net weer gebeurd is een paar dagen geleden. Die besmettingsgraad moet naar beneden, dik onder de 1. En de druk op de ziekenhuiszorg moet gewoon weg, voordat we, of veel minder zijn, voordat we weer publiek toelaten. Nou, dat is jammer, want we waren natuurlijk, hadden hier twee keer 13.000 man, we waren aan het testen met het Erasmus in samenwerking met Casper. Nou, daar bleek in ieder geval uit de twee wedstrijden waar wij konden testen, dat er echt heel weinig besmettingsgevallen hier waren die ook niet te herleiden waren dat in de Kuip gebeurde, de coronagevallen. Dus nou, dat zou in ieder geval met alle maatregelen die we nog genomen hebben, tot mondkapjes toe, afstanden. En nou, daar zou je kunnen zeggen, ja, waarom zetten we dat niet door? Maar oké, het gaat uiteindelijk om het landsbelang. En als dat dan tot stilstand komt, ja, dan proef je nu wel dat voordat je weer volle evenementen hebt. Ja. En dit is gewoon een evenementen. Kuip ook, ja, dan zou ik half maart zou bij wijze van spreken ideaal zijn. Dan hebben we nog 6-7 wedstrijden. Maar wij gaan er ook wel vanuit dat het hele seizoen geen publiek meer is. En dat kost, we hebben toen wel eens uitgerekend ongeveer 800.000-900.000 euro per wedstrijd. Dus reken maar uit wat voor extra verlies je nog maakt in die 10 thuiswedstrijden die we nu nog hebben. En wat natuurlijk ook zeer spijtig is, dat was de competitie ook rekening mee gehouden, dat alle topwedstrijden tussen half januari en half februari, eind februari, om dan weer supporters te hebben. Nou, maar dat is, ik reken even snel door, dat gaat al snel dus weer tussen de 10 en 15 miljoen wat dat je zou kosten. Wij houden in het slechtste scenario rekening, als we het hele seizoen zonder publiek spelen, dat 10 miljoen aan extra verlies oplevert. Ja. Maar hoe kan het dan als je daar al rekening mee houdt dat je kan zeggen, dat je het kan permitteren om te zeggen, joh, we hoeven niet gedwongen te verkopen. Hoe los je dat op dan? Nou, dus kijk, van de winter is dat niet omdat we het ook niet zeker weten. We krijgen hier en daar natuurlijk ook, het is 10 miljoen omzet die we missen. We hebben daar natuurlijk ook wel wat besparingen, want we hebben geen wedstrijdkosten bijvoorbeeld. Zoals het er nu naar uitziet, gaat die NOW-regeling ook door. Krijgen we ook weer uitstel van belasting, dus dat lost wel een deel van het probleem op. Maar het verlies wordt wel een stukje groter. En dat zullen wij eigenlijk zeg maar in de maanden juli, augustus, september, zullen we moeten kijken hoe we dat op de beste manier kunnen opvangen. Nou, daar, net wat ik zei, je hebt die NOW-regeling, uitstel van belastingbetaling. Wij moeten natuurlijk ook aan supporters en aan de zakelijke relaties weer gaan vragen. Ze hebben allemaal recht op restitutie, dat is ook afgesproken, conform de regels, terecht ook. Dus ze kunnen het grootste deel van hun seizoenkaart terugkrijgen, of ook van hun zakelijke stoelen of units die ze hebben afgenomen. Nou, we gaan wel kijken hoe we daar met supporters en zakelijke relaties het beste mee kunnen omgaan. Of ze daar ons toch nog een keertje, ja, het is bijna heel veel wat je vraagt, maar zouden kunnen steunen. Kun je dat nog vragen? Nou ja, of is Feyenoord de club naar waarbij je het wel kan vragen? Nou, ik denk dat alle clubs, het is niet alleen Feyenoord die het moeilijk heeft dan. Er zijn nog 17, 18 clubs die het dan op die manier moeilijk krijgen. En kijk, wij moeten verder. Ik wil heel duidelijk ook zeggen, iedereen heeft recht, want daar hebben we gewoon ook de afspraken over gemaakt. Dus de supporters en de zakelijke relaties die hun geld terug willen, die krijgen dat ook terug. Of kunnen misschien een nieuwe seizoenkaart nemen en het doorschuiven. Dat helpt natuurlijk Feyenoord financieel niet. Maar we zijn wel, ja, we zijn ontzettend blij met de steun die ze al hebben gegeven en hopelijk nog willen geven. Je merkt natuurlijk waar een beetje, wat ook spannend is, je mist ook gewoon de binding met de supporters en de zakelijke relaties. Ze komen al zo lang niet in het stadion. Hoe houden we dat goed in stand? Gaan ze volgend jaar allemaal nog een seizoenkaart kopen of hier de zakelijke producten afnemen? We proberen zoveel mogelijk contact te houden, maar dat is allemaal spannend. Dus we zullen dat ook in overleg met supporters kijken op welke manier en onze businessclub, hoe we dat het beste kunnen inzetten. Nou, en er is ook wel een grote roep, vind ik, waar het in eerste instantie ook vandaan moet komen, is gewoon naar Den Haag. We hebben natuurlijk ooit dat Deltaplan van de zomer in het leven geroepen. Toen werd er gezegd, clubs moeten naar zichzelf kijken.
die moeten zelf bezuinigen. Nou, ik kan je zeggen dat we hier echt heel veel bezuinigd hebben. Iedereen doet eraan mee. Je moet alle maatregelen nemen. Nou, ik denk dat we dat ook fantastisch doen. Eén al met die 13.000 mensen die hier binnenkwamen, als je zag hoe dat geregeld was. Maar onze spelers worden 2 keer per week getest. Die zitten daar ook op 1908 helemaal in de bubbel. Dus alle veiligheidsmaatregelen worden hier ook getroffen. Ja, dan is het wel jammer om te zien dat... We hebben ook solidariteit getoond, ook nog eens een keertje. De KNVB heeft geld in een potje gedaan, de Eredivisie, de 4 grote clubs. We hebben ook nog een deel, hoe moeilijk we het zelf hebben, een stukje afgestaan. Ook in het potje met Ajax, PSV en AZ. Ja, dan is het wel jammer dat vanuit Den Haag er niet een totaalplan omarmd wordt om ook het voetbal te steunen. Dat gebeurt wel in andere sectoren, de cultuursector, de horeca natuurlijk, die waanzinnig getroffen worden ook. Dat begrijp me goed, dus daar moet ook steun voor zijn. Maar het zou ook wel sieren als je nu zegt tot het einde van het seizoen is er geen publiek. Met alles wat wij hier doen, dan zou het ook wel Den Haag sieren om te zeggen, ook het betaald voetbal, die hebben het ook moeilijk. Dan zou het wel fijn zijn als daar ook gewoon hulp vandaan komt. Dus dat is wel iets wat de KNVB en de Eredivisie, maar wij ook als clubs gewoon willen inzitten en willen vragen richting Den Haag. Ja. Er zijn al loonoffers gemaakt, hè? In het worst case scenario. Je moet er misschien niet aan denken, want het zijn altijd menselijke drama's, maar... Kan er een punt komen in dit jaar dat een reorganisatie voor de BVO, voor Feyenoord, dat het onafwendbaar is? Nou ja, zoals ik zei, dit jaar ga ik er vanuit van niet. Ik heb wel geleerd om nooit meer nooit te zeggen of niet te zeggen. Maar dit jaar hebben wij gezegd, kunnen we het ook met elkaar afmaken. Met dezelfde spelersgroep, dezelfde staf en dezelfde medewerkers. En dan ga ik er maar vanuit dat er ook een keer een vaccin komt, wat iedereen ook zegt. Dus dat is natuurlijk ook nu de stip aan de horizon. Dat dan in de zomer ook hopelijk heel Nederland het vaccin toegediend heeft gekregen. En waardoor iedereen coronaproof is. Dan kunnen we gewoon een prima doorstart maken. Dan moeten we nog steeds een stukje opgebouwd verlies en schulden gaan inlossen. Dat zijn natuurlijk uitstel van betalingen, sommige dingen. Nou, maar ja, oké, als je dat over 3, 4, 5 jaar zou kunnen uitsmeren... Dan zou dat goed moeten komen. Maar als het langer duurt, ja, dan sluit ik. Weet je, ook wij zijn maar een redelijk klein bedrijf, een grote club, maar ik noem het een MKB-bedrijf, een kleiner bedrijf. Ja, wij worden ook keihard geraakt. En ik gaf al Ahoy, Blijdorp als voorbeeld. Dus als het echt lang duurt, dan ontkomen wij daar ook niet aan. En dat is. Absoluut, nogmaals, niet wat we willen. We willen hier met die 300 mensen door. Maar ik kan het ook niet uitsluiten als dit nog langer duurt. Nee. Het is wel wat je op je bord hebt liggen als algemeen directeur bij Feyenoord. Volgens mij toen je begon aan de klus heb je ook wel eens aangegeven... Dit is een tijdelijke klus. Ja, alles in het leven is tijdelijk. Maar sowieso het algemeen directeurschap. Het was niet iets waarvan jij op de dag dat je begon zei... van ik ga dit 10 jaar of 20 jaar ga ik dit doen. Ja. En dan krijg je dit op je bord. Het is nogal wat. Ja alles is inderdaad tijdelijk. Joep van het Hek heeft wel eens in een conferentie gezegd... dat hij even een pak sigaretten ging halen... en 5 jaar later kwam hij terug. En toen ging hij de discussie met zijn vrouw aan. Wat is even? Ja. Ik heb inderdaad gezegd... volgens mij heb ik letterlijk gezegd... Nou, ik ga het niet zo lang doen als mijn eerste voorganger... maar ik hoop ietsje langer dan mijn tweede voorganger. Ja. Nou, dat is volgens mij al gelukt bijna. En die richting kom ik op. Maar kijk, we hadden een aantal doelen gesteld. En dan komt in 1 keer corona erbij. En dan kan je gewoon je agenda 3, 4 maanden leegmaken. Nagenoeg leegmaken. Ja, en dan is het schaken, zeg ik wel eens, op 5, 6, 7, 8 borden. Ik vind schaken best leuk, maar op 7, 8 borden is het moeilijk. Dan hebben we natuurlijk wel een fantastisch team en mensen om ons heen. Maar dat maakt het wel... Ja, je moet soms ook, om de metafoor aan te houden, een beetje blind schaken. Omdat je ook niet weet wat de toekomst brengt. Ja, onzeker en snel en af en toe beslissingen nemen. En het jammer is dat over de gewone bedrijfsvoering... sommige zaken gewoon noodgedwongen uitgesteld worden. Nou, die zijn we nu alweer aan het oppakken. Maar ja, als je mij van tevoren had gezegd... je krijgt dit er ook nog even bij. Dan, ik vond die andere dingen best ambitieus... die we hier met elkaar voor elkaar willen krijgen. En dan komt dit er nog tussendoor. Maar jongens, iedereen heeft ermee te maken. En niet alleen de voetbalsector, het hele land. Dus je hoort ons zeker niet klagen. Maar het is natuurlijk wel echt een bijzonder jaar. Ja. Laten we ook, Mark, heel veel mensen, laat ik het op mezelf betrekken... hebben daar ook wel behoefte aan een positief perspectief schetsen. Het is toch fijner om positief naar de toekomst te kijken wanneer dat kan. Wel op een realistische manier. Jullie zijn bezig ook met sowieso een organisatiewijziging, kan ik het zo noemen... met een Amerikaans bedrijf ook, wat jullie daarbij helpt... om in kaart te brengen van wat er mogelijk is. Kun je dat verhaal in makkelijke taal uitleggen, wat jullie aan het doen zijn? Ja, we hebben...
Als je natuurlijk naar 2000 of dit seizoen kijkt, ook toen corona kwam, het verlengen met Dick, dit seizoen nog een keer. Zaken waar we blij en trots op zijn, hoe dat allemaal gelopen is, dat we echt in september ook konden starten met alle moeilijkheden. Dat heeft ons echt heel goed gedaan. Wisten we ook dat er een aantal dingen het jaar daarna zouden veranderen, anders zouden worden. Het laatste seizoen van Dick, daar hangt natuurlijk een staf omheen. Er gaat een aantal mensen gaat ook nog eens een keer met pensioen. Op de Jeugd Academy gaan een aantal mensen ook met pensioen. Een aantal mensen misschien hun laatste seizoen die daarin gaan. Dus wij hadden toen al vorig jaar, heb ik ook gezegd, wij willen heel graag goed kijken naar de voetbalorganisatie en naar die voetbalpyramide. De onder 21 was een van onze ambities om zo snel mogelijk in die piramide te krijgen. Nou, we hebben ook dit jaar in ieder geval de onder 21. Ik zeg ook meteen dat ze het nog qua resultaten nog niet zo goed gedaan hebben. Maar het elftal staat, aparte staf, daar hebben we ook goed naar gekeken. Om dat elftal in ieder geval in die competitie goed te laten deelnemen. En hebben wij ook gezegd, wij willen heel graag dat het eerste elftal, er zit nu eigenlijk letterlijk nog een afstand tussen, maar het eerste elftal en de Jeugd Academy dichter op elkaar komt te zitten. In elkaar overschuift. Dat onder 21 elftal moet zeker dichter op het eerste elftal komen. Onder 18 een belangrijk opleidingselftal. Maar eigenlijk willen wij van de onder 7 tot en met het eerste elftal dezelfde voetbalvisie, dezelfde oefeningen, dezelfde fysieke oefeningen, dezelfde medische begeleiding enzovoort, enzovoort, enzovoort. Alle pijlers onder één verantwoordelijke. En niet dat daar nog verschillend gewerkt kan worden. Nou, daar hebben we natuurlijk ook naar gekeken hoe we dat het beste konden inrichten. Toen zijn we via Frank zijn we op het spoor gekomen. Inderdaad, de naam is naar buiten gekomen. Sportsology is een Engels bedrijf, het is geen Amerikaans bedrijf. Maar zij zijn gespecialiseerd in het inrichten zeg maar, van organisaties en ook van voetbalorganisaties. Ze hebben dat in Engeland gedaan, ze hebben dat ook, doen dat in Amerika bij MLS. Ze zijn wel naar Amerika uiteindelijk gegaan, maar ook bij een aantal American Football clubs. Nou, daar hebben wij mee gesproken, eigenlijk al net voor de coronaperiode. Dat is dus helaas ook 4-5 maanden uitgesteld. We moesten kijken of we er überhaupt uit konden komen. Maar daar zijn we tot afspraken gekomen en zij helpen ons om te kijken hoe wij nu het beste, zeg maar 1908, of de hele organisatie rondom het eerste en de jeugdopleiding, dichter bij elkaar kunnen brengen. Hoe die structuur het beste kan, met vanuit welke voetbalvisie. En nou, dat moet ergens in het voorjaar hopelijk klaar zijn om daar de stappen in te maken. En daar hebben we, er ook al naar buiten gekomen, zeg maar een kernwerkgroep opgezet. Maar, en er wordt natuurlijk ook, werd ook meteen aan mij gevraagd, maar die mogen niet meedoen of die mogen niet meedoen. Nou, we willen daar uiteindelijk iedereen aan mee laten denken. Dus iedereen krijgt ook zijn input, een presentatie gegeven, wat gaan we precies doen. Er wordt ook aan alle trainers natuurlijk gevraagd, hoe kijken jullie daar tegenaan? Uiteindelijk nieuwe, oude trainers, mensen die 100 keer in het eerste gespeeld hebben, mensen die 1 keer in het eerste gespeeld hebben, maar alle input is belangrijk. En dan vegen we dat op een hoop en dan gaan we daar hopelijk de juiste keuzes in maken, zodat we goed voorbereid zijn voor het nieuwe seizoen. En dat is het traject wat nu loopt. Lastige vraag misschien, maar wel een belangrijke altijd. Hoe weet je nou dat dit jullie heeft opgeleverd wat je wil? Kortom, wanneer is dat geslaagd, het veranderen van die organisatie? Nou, ik heb in die voorgaande jaren in een andere rol hoorde ik wel eens dat er altijd een afstand was tussen het eerste elftal en de jeugd. Nou, toen heb ik zelf ook gezegd, en Frank heeft vooral in zijn periode bij Chelsea ook zo gewerkt, dat moet gewoon dichter op elkaar. Nou, nu hebben we daar de kans voor. Sowieso omdat er ook het een en ander al verandert op rondom het eerste elftal, ook bij de jeugdopleiding. Dus ik vind het altijd belangrijk om vanuit een bepaalde structuur te denken en vanuit één voetbalvisie. We krijgen ook een nieuwe trainer, die kan daar nu ook nog voor een stuk in betrokken worden. En dan zou, oké, dat is het ideaalbeeld, dat er vanaf de onder 7 tot en met het eerste elftal op dezelfde manier getraind wordt. En dat zou natuurlijk ook bij die andere pijlers moeten. Het kan bijvoorbeeld niet zo zijn, en ik zeg niet dat dat zo is, maar dat er een ander medisch beleid gevoerd wordt rondom het eerste elftal dan bij de jeugdopleiding, of dat daar fysiek anders getraind wordt. Maar dat was of is nu wel het geval? Nee, dat is niet overal het geval, maar er zijn wel nuanceverschillen. En er is ook wel eens een paar keer gezegd, de jeugdspelers van de onder 19 doen nog, dat bestaat niet meer. Ja, die hebben altijd een jaar, anderhalf jaar nodig om te wennen aan de kracht en het fysieke bij het eerste elftal. Zouden we dat niet al zo kunnen krijgen, nu ook met het onder 21 elftal, die afstand kleiner maken, dat die jongens wel meteen klaar zijn voor het eerste elftal. En dan is het wel prettig als zij in diezelfde pijler meelopen. Ik zeg maar even performance of het fysieke deel. Dat zit bij Rick Kost. Nou, Rick Kost is verantwoordelijk voor het eerste elftal. En dat was iemand anders. Die was dat vroeger bij de jeugd. Maar dat was iemand anders bij de jeugd.
Nou, het zou mooi zijn als Rick gewoon helemaal overkoepelend verantwoordelijk is voor het eerst en voor de jeugd. Natuurlijk moet er iemand anders op varkoord zitten, er zit fysieke afstand. Maar wel dat hij eindverantwoordelijk is en kan zorgen dat de jongens van 17, 18, 19, wat natuurlijk de belangrijkste jaren zijn om aan te klampen bij dat eerste elftal, ook in dit geval fysiek helemaal in orde zijn. Nou, zo proberen we dat programma klaar te maken. Ik vind, kijk, voetbal is een studie. Dat was vroeger, in mijn andere sport was dat ook een studie. Dat doe je eigenlijk van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. En dat gaat echt niet om die 2-3 uur die je op het veld doet. Maar dat is het totale programma wat je als prof gewoon moet, ja, waar je verder in moet gaan. Dat is ook, hoe ga je met social media om? Hoe ga je om met gewone media? Hoe ga je om, waarom moet je bij commerciële partners een keer optreden? Waarom moet je maatschappelijk wat doen? Nou, ook dat programma helemaal uitgewerkt worden in modules naast het voetbal. Dus het is eigenlijk een totaal prof voetbalprogramma, zeg maar, waar we proberen in te verbeteren. Ja. Je noemde in je antwoord even de nieuwe trainer ook. Ben ik gelijk nieuwsgierig. Die past helemaal in deze filosofie, dus anders komen jullie niet bij hem uit. Nou, dit hadden we natuurlijk al ingezet. Dat vertelde ik ook, dat we hier al in maart mee bezig waren. En volgens mij uit mijn hoofd zijn we nu in oktober hiermee begonnen. Daar hebben we dan zeg maar een half jaar tot aan begin nieuwe seizoen hebben we voor uitgetrokken. De nieuwe trainer Arne Slot, dat is het voordeel ervan, die kan hier wel in meegenomen worden. In ieder geval zijn input geven en zienswijze ook op bepaalde dingen. Dus dat is wat dat betreft een voordeel. Heel ander punt, de investeerders. Hoe staat het ermee? Wat is de stand van zaken? Want ik hoor soms wel eens, of ik zie dingen op tv, alsof de zilvervloot al binnen gevaar is. Maar het is het eind van het jaar en ik heb jullie het nog niet zien berichten. Dus vertel. Ik dacht, je gaat me vertellen dat je een rijke oom hebt. Ja, is die welkom? Die is zeker welkom. Ik zal zijn nummer geven. Wel onder bepaalde voorwaarden natuurlijk, zeggen we dan hier altijd gelijk weer bij. Nee, we hebben dat ook aangekondigd. Iedereen zegt corona is een makkelijk excuus. Is inderdaad ook een makkelijk excuus. Ook dat heeft wel even stilgelegen. Omdat we gewoon kort termijn weer moesten gaan voetballen. Maar is ook achter de schermen wel doorgegaan en weer opgepakt. Daar is ook het een en ander over naar buiten gekomen. Dat hebben we zelf ook aangekondigd. Wij hebben een investeringsbank Lazar in de arm genomen. Dat was ook al in het voorjaar nagenoeg rond, maar ook ietsje later gestart. En daar zijn we mee om tafel gegaan en hebben we gewoon eens goed gekeken, wat vinden wij nou Feyenoord waard? Dat kan je, als je dat aan 10 mensen vraagt, krijg je ook 10 verschillende waarden. Dat heeft natuurlijk ook vooral mee te maken dat wij met een menselijk product, het zijn geen machines, maar het zijn mensen, die natuurlijk je grootste waarde vertegenwoordigen, maar wat vinden wij dat? En wat zouden we voor die club willen hebben? En wat zou het waard kunnen zijn? Wat kunnen we überhaupt verkopen? We hebben al gezegd, niet de hele club. Nou, we hebben 49% ooit een keer verkocht. Dat zou dan ook de steek zijn die we weer willen verkopen. Maar vooral, wat willen wij met Feyenoord bereiken? Dat is ook belangrijk, want als jij zou zeggen tegen mij, joh, ik wil best geld in Feyenoord stoppen, dan is jouw volgende vraag, wat krijg ik ervoor terug? Ja, exact. En ja, wat zijn je ambities? Dus die hebben wij ook in 5-6 punten, hebben we dat in een mooie businessplan, hebben we dat allemaal opgeschreven. Dat is zover gegaan, dat is allemaal geaccordeerd, allemaal rond. En dan ga je uiteindelijk de markt op. Dat zijn we dus nu aan het doen. We zijn de markt aan het verkennen of er interesse is in een informatiememorandum. Waar staat, waar Feyenoord voor staat. Wat vinden we de club waard? Maar vooral, waar willen we naartoe? Wat willen we bereiken, zeg maar, de komende 5 tot 10 jaar? En nu wordt er getoetst door Lazar of er interesse is van welke partij dan ook om eventueel in Feyenoord te investeren. Nou, maar je kan nog niet zeggen of die interesse er is. Nee, daar kan ik nu nog niks over zeggen. Die periode staat ook gewoon nog uit. Hè. Daar gaat er 2-3 maanden overheen. En dan zullen wij die interesse peilen. En uiteraard worden er geheimhoudingsverklaringen opgevraagd. Er is vraag naar dat informatiememorandum. Dus ik kan ook wel zeggen dat er interesse is. Maar hoe concreet die is, dat weten we pas over 2-3 maanden. En dan zullen we de echt serieuze kandidaten eruit moeten halen. En hopelijk zijn die er. Hè. Ik kan nu ook niet zeggen, misschien zijn het er 0, misschien zijn het er 5, misschien zijn het er 10. Ik hoop 10. Ja, en daar zullen we dan ergens in het voorjaar mee om de tafel gaan. En dat zijn denk ik ook wat trajecten van enkele maanden nog. We hebben ook gezegd dat dat wel tot de zomer loopt. En dat komt dan mooi samen met de beslissing van het stadion en ook richting het nieuwe seizoen. Hoe we dat ingaan met corona. Dus die domino-steentjes zouden mooi moeten vallen. Maar ook garantie af en toe tot aan de voordeur gezien wat er allemaal gespeeld.
Maar dat is ongeveer de planning die er is. En dat is de status waar we zijn. Dus we zijn er druk mee bezig. Maar om nu echt concreet te zeggen, er staan 3 partijen tussen doek. Nee, dat is veel te vroeg nog. Je begon het antwoord wel meteen ook door aan te geven dat er bepaalde voorwaarden aan zitten. Waaronder jullie de aandelen uit handen geven. Hoeveel zeggenschap je uit handen geeft, dat is misschien beter. Dat geven ze niet uit handen, we willen natuurlijk wel. Ja, nee, precies. Natuurlijk. Ja. Wat hebben jullie los daarvan dan te bieden aan de partij? Want jullie willen hier behoorlijk veel geld voor. Ik denk niet dat jij mij nu een bedrag gaat noemen van wat je wil. Check ik even. Nee, zeker niet. Dacht ik. Voor hetzelfde geld wel. maar het gaat natuurlijk om heel veel geld. Ja. Maar als een partij heel veel geld in jullie stopt, zal die partij er ook iets voor terug willen hebben. Wat hebben jullie dan te bieden? Nou ja, kijk, ik zelf natuurlijk buiten de Club Feyenoord, hè, daar zijn we het allemaal over eens, de grote in Nederland en ook Europa. Maar ik denk dat je als investeerder in Nederland eigenlijk een hele goede kans kan maken en een vrij snelle toegang kan hebben bijvoorbeeld tot Champions League. Hè. Er zijn hier altijd 2 plekken. 1 geeft rechtstreeks, afhankelijk hoe we met die landen, coëfficiënt enzovoort staan. Maar plek 2 geeft altijd al recht op het spelen van kwalificatie Champions League. Stel, wij spelen regelmatig Champions League door een bepaalde kapitaalinjectie. 1 krijg je dan al natuurlijk geld vanuit die Champions League. Maar ook je spelers worden op dat niveau veel meer zichtbaar. Je speelt meer wedstrijden op het allerhoogste niveau. Dus ook de waarde van spelers zou daardoor omhoog moeten gaan. Kijk even naar onze concurrent in Amsterdam. Dus stel, als je dat met een relatief, en het alles is veel geld, maar met een relatief laag bedrag bij Feyenoord zou kunnen realiseren. Ik bedoel, in Engeland is de top 6 zit gewoon dicht. Ja. Dus als je daar, dan moet je wel zoveel geld erin stoppen bij een andere club om dat. En in Nederland is dat eigenlijk nog, vinden wij dan, maar dat is allemaal wat te gek er dan voor wil geven. En is dat nog relatief betaalbaar om dat voor elkaar te krijgen? Dus als ik dan als investeerder zou kijken, zou ik zeggen, nou, vind ik interessant, Feyenoord met 110, 111 jaar, grote club met een enorme achterban, historie, in een van de 2 grootste steden in Nederland. Zeg ik even, goed geleid met goede sponsors, Kuip zit altijd vol, 30.000 seizoenkaarten, enzovoort, enzovoort. Nou, daar staat een stabiele organisatie, die hebben dit plan, die willen toe naar in ieder geval plek 1 of 2 Champions League spelen, het creëren van waarde rondom spelen, staat natuurlijk een hele goede jeugdopleiding, het verhaal wat ik net vertelde met Sportsology, als we dat voor elkaar krijgen. Als ik nu instap en we krijgen dat allemaal op een goede manier voor elkaar, nou, dan zit er best een kans in dat ik over 5, 6, 7 jaar daar een aardig rendement uit kan maken. En dan nogmaals moeten we natuurlijk kijken of er überhaupt een partij is, wat ze er ook voor terug willen. We hebben gezegd, Feyenoord blijft van Feyenoord. Dat betekent ook dat je op bepaalde posities ook beslissingen moet kunnen nemen. Het kan niet zo zijn dat er een partij komt en die zegt, ik neem een steek en ik bepaal wie de trainer wordt en wie de technisch directeur wordt. En nou, de algemeen directeur zal misschien heel veel mensen blij zijn als ze dat mogen bepalen. Maar oké, dat kan natuurlijk niet. Dus die gesprekken moeten echt allemaal nog gevoerd gaan worden als die interesse er überhaupt is. Maar ik kan me wel voorstellen dat wij een hele interessante club zijn. Ja. Maar het is wel een dunne bodem, toch? Waarmee je een investeerder probeert over te halen. Want eigenlijk gooi je het op de Champions League. Maar als een partij dan invloed wil hebben op dat technisch beleid om dat voor elkaar te krijgen, dan hebben ze daar niet heel veel in te zeggen. Kijk, het is niet alleen de Champions League. Het is natuurlijk dat je hier relatief goedkoop ten opzichte van andere landen. En dan kijk je naar de status en de grootheid van deze club ook. Hè. Dat is samen met Ajax zijn we natuurlijk met afstand de grootste club van Nederland. Qua aanhang, qua stad, qua stadion, alles. Nou, dan is dat bedrag wat je moet investeren is relatief laag ten opzichte wat je in andere landen moet doen. Dan hebben we denk ik een fantastische jeugdopleiding die we gaan proberen nog beter te maken. Nou, daar kan je natuurlijk, dat zijn producten als je dat goed doet, die in principe relatief weinig investering kosten, maar veel kunnen opleveren. Frank is natuurlijk bezig met het scoutingapparaat, ook een onderdeel van het Sportsology project, om te kijken hoe wij beter de jongere talenten ook vanuit Noord- en Oost-Europa hier naartoe kunnen krijgen. Nou, en dan heb je de resultaten als je Champions League speelt. Dus het is wel een totaal verhaal wat daarbij zit. En als er een investeerder komt, dan denk ik ook dat je nog mogelijkheid hebt om gericht 2 of 3 posities. Denk aan Marco Senesi, wat voor ons een super aankoop is voor een bepaald bedrag. Dat kan je dan ook nog eens een keer 2 of 3 keer doen. Moet je allemaal goed doen, geen garantie. Maar oké, dan gaan we van de expertise van het team uit. En dan zou dat ook tot waardecreatie moeten leiden. Uiteindelijk willen we hier ook prijzen winnen. En is de bedoeling dat we natuurlijk 2, 3 jaar met hetzelfde team goed team spelen. Het is echt niet zo dat we hier een speler halen 1 jaar en door moeten gaan. Want uiteindelijk doen we dat ook. Dat staat ook in dat document dat we hier gewoon ieder jaar mee willen doen om het landskampioenschap. Maar ik denk nog steeds met al deze facetten dat Feyenoord best een interessante club is om iets mee te doen. Ja.
Nee. Anders zouden we het ook helemaal niet zo in die markt zetten. Hè? Dan is het ook verloren tijd. En als we er zelf geen geloof in hebben. Dus we kunnen ze niet naar binnen trekken. Ze moeten wel zelf aan de deur kloppen. En geef ons nog even de tijd daarvoor. Nee, ik snap het fout. Ik heb wel wat skepsis als ik andere situaties rondom de club ook kennen, met wat je nog moet uitgeven. De vrienden van Feyenoord, die aandelen moet je nog terugkopen. Je wil investeren in het team, je wil investeren in de jeugdopleiding. Het is, we weten nog niet exact natuurlijk hoe het met het stadiondossier loopt. Zullen we het straks ongetwijfeld ook nog even kort over hebben. Maar als ik dat allemaal bij elkaar optel, dan moet er een partij echt met heel veel geld komen. Wil je inderdaad die slagen op al die borden waarop je aan het schaken bent, om op al die borden schaakmat te zetten, dan moet er iemand met heel veel geld komen. Ja, natuurlijk alles is relatief, maar natuurlijk gaat het ook om veel geld. Zeg ik ook niet dat ze voor het oprapen liggen. Dat probeer ik ook te benadrukken en kijken. Maar kijken of ze straks in het voorjaar of daar serieuze gegadigden bij zitten. Alleen hebben wij daar het businessplan wel op gemaakt. En wij geloven daarin. Wij denken dat, en het is ambitieus. Maar ik denk als je met Feyenoord echt 2-3 grote stappen wil maken, dat je op die 3, vooral aan die voetbalkant, ik zei al, Europees voetbal, dat is eraan gelinkt, daar maak je echt de grootste stappen mee. Plus het creëren van waarde bij spelers, bij de jeugdacademy en bij het eerste elftal. Daar gaan we de grootste stappen mee maken. Wij geloven erin, ambitieus. Nou, en dan moeten we kijken of iemand het ervoor over heeft om daarin mee te willen gaan. Dat is, maar het is wel de enige manier om echt die stap te maken, om aan te klampen bij onze concurrent in Amsterdam. Absoluut. Met welk scenario hou je rekening mocht het nou onverhoopt niet lukken? Mocht er geen partij komen die aan jullie voorwaarden voldoet? Mocht het eigenlijk niet tot een match komen? Dat kan, dat is ook een realistisch scenario. Ja. Hoe moet het dan verder met Feyenoord? Nou ja, dan gaan we verder zoals we nu verder gaan. Met alles steeds weer stapje voor stapje beter maken. Dan zullen we het heel erg van onze jeugdopleiding moeten hebben. Heel erg van scouting van jonge talenten. Via Frank en scouting team in Scandinavië of in Oost-Europa. Dan zullen we moeten bouwen aan weer een goed team. Dan gaat het alleen wel weer 2-3-4 jaar duren. Want we hebben het hiervoor ook over corona gehad en over dan de financiële positie van de club. En ja, dan duurt het misschien 5-6 jaar, 4 jaar, afhankelijk van wat er ook gebeurt, om al die problemen op te lossen. Maar dan gaan we natuurlijk hier wel gewoon door en dan proberen we going concern alles weer een stap beter te doen als het jaar ervoor. Alleen het vertraagt dan uiteraard natuurlijk wel onze ambities. Ja, uiteindelijk valt of staat het ook met geld wat je kan investeren in ieder bedrijf. Of je het in een machine doet, of je doet het in een gebouw. Wij doen het graag in voetbalspelers. Als je geld hebt, dan creëer je ook vaak geld. En als je minder geld hebt, zou je daar wat langer over doen. Nou, dat is toch niet anders. Ja. Maar vind je het eigenlijk een must dat het lukt? Nou, het zou het proces heel erg versnellen. En kijk, als je nu kijkt naar onze grootste concurrenten, en dat is natuurlijk vooral Ajax. Ja, die zijn gewoon 3-4 stappen verder nu dan wij zijn. Die hadden natuurlijk een groot vermogen op de bank staan. Dat hebben ze nu ook in geïnvesteerd. Echt in spelers, in het veld. Hebben spelers aangetrokken. Hebben daar de salarissen op geschroefd. Ja, dan uiteindelijk kijk je, als je over 10 jaar kijkt en je hebt allemaal een keer een Leicester. Wij zijn kampioen geworden 4 jaar geleden. Atletico Madrid zou ook een keer kampioen worden. Maar in de lange termijn zijn het gewoon de clubs met het meeste geld die uiteindelijk kampioen worden. Zo is het in onze business als je het over 10 jaar bekijkt. Dus wij zullen ook mee moeten. Of we nou willen of niet. En dan op een verantwoorde, goede manier. Dus ik hoop dat dit kan. Dit kan het proces versnellen. En anders moeten we het weer op Rotterdams op onze eigen manier doen. Dan zal het wat langer duren. En natuurlijk is dit dan een moeilijke club. Want dan gaan we echt niet ieder jaar kampioen worden. Het zou mooi zijn, 1 keer in de 5, 6, 7 jaar. In ieder geval wat sneller dan de jaren daarvoor. Maar die garantie wordt natuurlijk dan, je hebt nooit een garantie, maar die wordt wel, die is wel kleiner dan, zo eerlijk moeten we gewoon zijn. Dit is een taai dossier wat je op je bord hebt natuurlijk. Nou, COVID komt erbij, wat het verschrikkelijk lastig maakt. En dan ben je ook nog eens de algemeen directeur in de tijd dat Feyenoord volgend jaar, en dan gaat dat besluit er echt komen, over een nieuw stadion in Feyenoord City moet besluiten. Je stapt nogal in een periode in om zo'n klus te doen. Je zegt bijna tegen me dat ik gek ben. Zo nou ja, daar komt het op neer. Ja. Nou ja, misschien ben ik wel. Hoe moeilijk is het? Nee, ik heb natuurlijk ook bij mijn aanstelling gezegd dat het ging maar over de voetbalpyramide en de voetbalorganisatie. De kapitaalinjectie. Nou, je hebt dat ook goed gevraagd en onthouden. En het derde grote project buiten corona is het nieuwe stadion.
We hebben daar in september elkaar gesproken. Gaan we daar de laatste fase zijn we nu in gegaan. Ja. Onder voorwaarden die we ook gesteld hebben. We hebben het over de 3 stoplichten gehad. De business case. De bouwkosten. Heel belangrijk. En dat we het geld bij elkaar hebben om het überhaupt te betalen. We hebben ook gezegd, we maken die laatste stap. Het is geen vertraging in het proces. Want de beslissing zou altijd pas in de nazomer van 2021 gemaakt worden. Dus het is geen uitstel van het stadion of afstel. En het kost ons in ieder geval niks om die laatste 10 maanden ook in te gaan. Dus dan vinden wij het ook onze plicht. Er is bewust gekozen voor nieuwbouw toen de verbouwvariant 4-5 jaar geleden het helaas niet haalde. Toen hebben we gezegd, dan gaan we alleen naar nieuwbouw kijken en we moeten dat gewoon afmaken. Het zou ook fantastisch zijn als het lukt, maar dan wel onder de voorwaarden geschetst. Dus vooral de business case. Wij hebben gezegd, de business case nog een keer helemaal berekenen. Daar moet echt een upwaart in zitten voor Feyenoord. Die moet nog wat beter zijn zoals die nu op tafel ligt. Die 25,4 miljoen is het minimum. Het zou mooi zijn als daar in ieder geval naar boven toe nog rek in zit. En hebben we ook gezegd, ook moet de BVO-begroting gewoon goed in stand blijven. Want daar moet ook nog, daar praten mensen vaak niet over, maar daar moet ook nog het liefst wat geld in overblijven. Een aantal dingen blijft natuurlijk bij de club. We hebben ook nog volgens mij heel goed proberen uit te leggen die 25,4 miljoen en een paar miljoen uit de BVO-begroting. Dat is maar een deel. Iedereen denkt dat dat het spelersbudget is. Dat gaat ook niet. Je hebt natuurlijk ook nog Europees voetbal en transfers. Dat moet je allemaal bij elkaar optellen. En dan kom je hopelijk in de buurt van Ajax. Wat je in ieder geval kan uitgeven aan spelers. Maar nou, het is nog een lange weg te gaan. We hebben nog 10 maanden de tijd. Die hebben we ook echt nodig. Ik zeg wel eens, het enige voordeel van corona is dat we nog 10 maanden in een stadionproject hebben. Want die effecten kunnen we hopelijk dan ook op zijn best meenemen en calculeren. Zijn daar blijvende schades? Ik hoop dat iedereen een vaccin heeft, dat dat helemaal niet aan de orde is in 2025. Maar het geeft ons wel even iets meer tijd en rust. Ook om hier met Feyenoord die periode door te komen. Hoe zeker gaan we straks het nieuwe seizoen in? Dat wegen we natuurlijk allemaal met elkaar mee. We gaan echt geen onverantwoorde financiële dingen doen met dat nieuwe stadion nog eens een keertje in het vooruitzicht. En we zijn er nog niet met de bouwkosten. De business case moet nog een keer helemaal doorgerekend worden. En we hebben het geld nog niet allemaal bij elkaar. Daar zijn we hard mee bezig, maar die tijd hebben we echt nodig. En alleen dan, en dan gaan we eens, jij gaat het waarschijnlijk in maart nog een keer aan me vragen. En je gaat het in mei nog een keer. En dan ga ik, en als ik wat te melden heb, kan ik het zeggen. Of zal ik het ook echt zeggen. Maar alleen dan gaan we het doen, want het moet ook echt goed zijn voor Feyenoord. En ik hoop dat de supporters en ik krijg heel veel mails van mensen die hopen dat het doorgaat. Maar natuurlijk ook van heel veel die zeggen, blijf nou in de Kuip en het is onverantwoord. Ik hoop echt dat ze wel het vertrouwen hebben dat wij het alleen gaan doen. En dat gaan we dan ook heel goed uitleggen als het ook echt goed is voor de club. Nou, je verwoordt het netjes, want die laatste groep roept eigenlijk op. Die zeggen het iets minder netjes voor je. Trek die stekker eruit. Er zijn mensen die maken zich heel veel zorgen over de toekomst van Feyenoord. Kun je iets zeggen om die zorgen dan weg te nemen? Nee, maar dat kan ik me ook goed voorstellen. Alleen zijn de dossiers best wel ingewikkeld. En je hoort natuurlijk vaak dingen van buiten. 10%, 20%, 50% en alleen 100%. Of het nou het stadiondossier is of het coronadossier. Dat ligt natuurlijk hier. En volgens ik probeer ook aan te zeggen dat wij maken ons ook zorgen over sommige dingen. Corona baart ons wel zorgen. Ja. En van toen alleen, ja, wij moeten ook zorgen voor de oplossingen. Dus met de groep mensen om ons heen, met de raad van commissaris, met directie en alle medewerkers gaan wij zorgen dat we door die periode ook heen komen. Hetzelfde geldt voor het stadion. Wij gaan dit alleen doen, het nieuwe stadion, als het kan en als het ook echt goed is voor de club. En dan gaan we het ook nog van de zomer, als we zeggen we gaan verder, gaan we het ook aan iedereen, zullen we uitleggen waarom we het doen. Wij nemen geen onverantwoorde risico's. Is het ook zeer prettig dat dat corona, dat we die tijd nog hebben tot aan de zomer om te kijken, wat geeft dat nou, is daar blijvende schade voor de club aan? Maar wij willen hier over 50 jaar nog voetballen, over 100 jaar nog voetballen met de club in de stad en over 200 jaar nog voetballen. Dat is natuurlijk ook echt onze, daar zitten wij ook voor om dat voor elkaar te krijgen. Maar het is geen onverantwoord risico dat jullie überhaupt nu nog ermee doorgaan? Nee, want volgens mij zei ik dat net ook, is dat één is de beslissing die we genomen hebben is geen uitstel of afstel. We zouden nog steeds de definitieve, de laatste fase beslissing nemen in september 2021. Als het stadion er komt, is dat nog steeds in 25 klaar. Dus er komt niet een jaar bij, er komt niet 2 jaar bij. Dus er zijn ook wat dat betreft geen extra kosten. En het kost Feyenoord ook geen extra geld. Hoe kan dat dan? Dat je nog wel doorgaat, maar het kost Feyenoord geen geld? Nee, omdat die kosten door een andere partij gedragen worden die laatste 10, 11 maanden. Dus dat, en dan hebben wij ook gezegd, wij willen ook heel graag naar het nieuwe stadion. Hè. Mensen denken wel eens van mij, je wil niet naar het nieuwe stadion.
Het zou fantastisch zijn als we een nieuw stadion aan die kant krijgen. Maar nogmaals, wel met gewoon onder de noemers die wij benoemd hebben. Want het moet ook echt goed zijn voor de club. Maar als het dan ook is, moeten we het durven met elkaar. En als het niet kan, dan moeten we ook eerlijk zeggen, jongens, we hebben er alles aan gedaan. Dat vind ik wel. Ik ben ook een sportman geweest. Ik vind wel dat je er alles aan gedaan moet hebben om te zeggen, het kan wel of het kan niet. En dat doen we die komende 10 maanden nog. En tuurlijk leeft daar angst bij supporters. Want we kennen allemaal dit mooie stadion waar we hier achterop kijken. Met alle herinneringen die er liggen. En memorabele avonden en zondagmiddagen. En afscheid nemen doet ook pijn. Maar als het nou echt een hele goede stap voor de club is en voorwaarts is, dan moeten we ook met elkaar zeggen, dit koesteren we. Maar we gaan nu naar de nieuwe horizon van Feyenoord. En na een nieuw complex van het eerste elftal, een nieuw jeugdcomplex, gaan we ook naar een nieuw stadion. Zover is het. Benadruk het nog maar een keer, want er wordt ook vaak gevraagd. Heel veel supporters zeggen, ja, je hebt al lang beslist. Nee, zo is het echt niet. Het moet ook echt passen en goed zijn. Als het over de business case gaat, hè, je zei daar moeten we nog aan, ik weet niet meer precies je woordkeuze, aan schaven. Of we moeten kijken om daar nog dat hogere potentieel uit naar boven te krijgen. Ja. Hoe, en de garanties in het leven zijn er niet. Maar heb je nou de garantie dat er inderdaad dan in de praktijk ook uitkomt? Nou, dat is nog een keer, kijken naar het aantal wedstrijden wat berekend is in het nieuwe stadion wat we gaan spelen. Nog een keer goed kijken naar de bezettingsgraad bij Europese wedstrijden, bij bekerwedstrijden, bij competitiewedstrijden. Nog een keer kijken naar, noem maar wat, de prijzen van de units. Zijn die goed? Moeten die misschien naar beneden? Moeten die hoger? Maar ook vooral naar de kosten kijken. Naar de personeelskosten, naar de onderhoudskosten. De schoonmaakkosten, dat is een hele rits ook aan kosten. Dus we rekenen hem gewoon nog een keertje voor de derde keer helemaal door. En dan hebben wij gezegd, dan zou het minimale bedrag wat eruit moet komen is die 25,4 miljoen. Maar het zou wel heel fijn zijn als daar gewoon een goede upward in zit. Dat als we het ook goed doen of beter doen, dat daar nog een x-aantal miljoen meer uitkomt. Maar moet je die upwards, zoals jij noemt, moeten jullie die eruit halen? Is dat een dat eis om ja te zeggen? Dat straks? Is een voorwaarde van ons, ja. Ja. En hoe heb je de garantie dat je... Wanneer weet je dat klopt, zeg maar? Want die begrijp ik eerlijk gezegd niet helemaal. Dus je hebt een business case en dan heb je dat op papier, een papieren garantie. En hoe weet je nou zeker dat... We krijgen op papier ook geen garantie, die 25,4 miljoen. Ja. Dat is het minimumbedrag wat wij vinden dat eruit gehaald moet worden. De garantie is tot 17,5 miljoen, dat weet ook iedereen. Dat is wat we nu ongeveer uit de Kuip halen. Maar wij hebben gezegd, 25,4 miljoen is het minimum wat eruit moet komen, maar het liefst... Zit daar voor ons, als we een goed gevoel hebben, moet daar nog een paar miljoen bij. En dat is waarom we hem nog een keer helemaal uitrekenen. En dat doen wij niet alleen. Ik zeker niet alleen, maar dat doen natuurlijk interne en externe experts. Die verstand hebben van stadionexploitatie. En kijk, wij vinden op een gegeven moment, natuurlijk heb je ook 1 of 2 mindere jaren. En dan moet die bodem van 25,4 miljoen, die moet gewoon in zicht blijven. Dan maken we ook een goede stap. Maar het mooie zou zijn, als we wel normaal voetballen of ietsje beter voetballen, dat daar gewoon een paar miljoen meer uitkomt. Naast nog de BVO-begroting. Volgens mij heb ik dat van de zomer ook zo gezegd, zeg maar. Het zou mooi zijn, noem maar wat even, 28 miljoen uitkomt. En we houden 3 miljoen bij de BVO over. Dan zit je op 31. Dan Europees voetbal. 1,7 miljoen, zeg ik maar snel, plus transfers. En noem dan 10 miljoen euro. Dan ga je naar 45, 50 miljoen wat je te besteden hebt. Dan gaat het grootste deel van naar het veld. En dan zit je in de buurt van Ajax. Dan is het ook goed. Dan moeten we ook zeggen, als dat allemaal klopt... Dan is het echt een goede stap voor Feyenoord en dan moeten we doen. Als dat niet kan en het is te onzeker, dan moeten we ook zo eerlijk zeggen, we hebben helemaal alles aan gedaan, we hebben helemaal doorgerekt, maar het gaat niet. Dus dat is 1 van die 3 stoplichten die nog speelt. En dan moeten we een garantie op de bouw, ook heel erg belangrijk. Het moet gewoon voor dat bedrag gebouwd kunnen worden, er moet een handtekening onderstaan voor september met het bouwconsortium. Voor die prijs gaan we hem ook bouwen. Als dat er niet is, gaat het ook niet door. En het laatste is, we moeten hem kunnen betalen. Nou, dat zijn ook nog schuivende panelen. Ja, misschien de belangrijkste of de moeilijkste eigenlijk, die financiering rondkrijgen? Ja en nee. Kijk, er is heel veel geld in de markt, maar corona maakt ook nog eens een keertje heel veel dingen onzeker natuurlijk in deze wereld. Hè? Want je vraagt niet aan mensen 10 euro of 100 euro of 1000 euro, dat gaat natuurlijk ook om miljoenen. Dus dat, de corona-onzekerheid speelt daar wel parten. Maar met dit soort partijen, die kijken ook heel erg goed naar de business case. Dus ook zij willen die business case heel goed begrijpen. Als iemand zeg maar 10 miljoen in het nieuwe stadion investeert, die business case houdt alles draaiende. Die zorgt ook dat hij zijn geld en zijn rendement erop krijgt. Dus ook zo'n partij die zegt, joh, mag ik eens kijken, wat heb je daar allemaal uitgerekend? Hoe gaan we daar spelen? Hoeveel wedstrijden? Dus die partijen doen het niet als ze ook niet geloven in de business case. Datzelfde geldt voor de gemeente. Die rekent die business case natuurlijk ook nog een keer helemaal door. Dus
Alleen maar goed dat er 3 dubbele checks op zitten. Want dat is uiteindelijk de motor waar we dan 25 of 50 jaar in dat nieuwe stadion op moeten gaan draaien. Dus uiteindelijk is de business case samen met die bouwkosten, dat is het allerbelangrijkste. Hoe staat dat ervoor met die financiering? Ik kan me ook voorstellen dat door corona dat het misschien waar je hoopt dat je juist opschiet, dat je juist wat tegenslagen er weer in hebt gehad. Zeker, nou, die heb je ook. maar ook wel weer meevallers. En kijk, we zijn in september zijn we natuurlijk. We hebben daar even wat minder aan gedaan. Ook nog eens een keer corona, maar ook moesten we überhaupt de beslissing nemen om naar die laatste fase te gaan. Dus dat hebben we half september ongeveer ergens genomen. En nu zijn we natuurlijk ook weer met partijen die toen intenties hadden getekend. En we moeten ook nog wat nieuw geld vinden. Ja. Zijn we nu weer opgestart en zijn we in gesprek. En natuurlijk heb je wel eens eentje die zegt, god, nou, ik twijfel of ik kan niet meer. Maar andere partijen die zeggen, we geloven er wel in. Maar we zijn daar nog niet, zeg ik eerlijk zeggen. Dat hele bedrag is nog niet bij elkaar. Dus wij zullen de komende 6 tot 8 maanden ook gewoon nog langs deuren moeten. Om te zeggen, naast investeren in de club, investeer alsjeblieft ook in dat nieuwe stadion. Ja, het is, jij schetst al de verschillende borden waar we, of de grote projecten die spelen. Het is ook heel simpel. Er is gewoon in september ongeveer is er een deadline. Dan moet er een beslissing komen. Dus we weten ook allemaal dat we daar naartoe moeten werken. En dan moet het wel of niet rond zijn. Dus het is een moeilijk dossier. Maar aan de andere kant is het ook fijn dat er gewoon straks licht aan het einde van de tunnel is. En dan is het een ja of nee. Ja, het is niet iets wat op de laatste dag natuurlijk binnen is, lijkt me. Wat ik bedoel te vragen is, ik weet, Carl Berg heeft een update gegeven. Toen zei hij, we hebben nog 50 miljoen in ieder geval wat er opgehaald moet worden. Dat is een maand of 3 geleden dat hij dat zei. Het is niet iets wat je op de laatste dag van, hey, nu hebben we dat laatste deel binnen. Nee. Zijn jullie sinds dat moment wel al iets verder? Nou ja, ik praat nooit zo graag over bedragen. Dat vind jij jammer, dat weet ik. Ja. Maar het maakt het in een heel moeilijk dossier natuurlijk wel concreet. Ja, van weet ik. Hoeveel maar heb kijk, je nog nodig? Kijk, 50 miljoen, of het nou 50 is, of 40, of 60, of 100, dat klinkt heel veel. En dat is ook heel veel geld. Hè. Ik zal het nooit hebben, bij jou weet ik het niet. Als je nog wat nodig hebt. Dan. Nou, daar zit ik iedere keer op de hint. Maar de totale financieringssom is natuurlijk zeg maar op 440 of 444 miljoen gezet. En of dat nou veel of weinig is, mogen we allemaal wat van vinden. Maar dan is 50% 10%. Sorry, 50 miljoen 10%. Ja. Dus dan zeg je, kan je het glas ook half vol maken. En dan kan je zeggen, jezus, je hebt al 90% binnen. En je moet nog, je hebt nog 10 maanden of 9 maanden de tijd om nog dat bedrag te vinden. Dus dat zal uiteraard, kijk, wij hebben financial close al ergens aan het einde van de zomer zijn. En natuurlijk heb je die intenties moeten allemaal omgezet worden in harde handtekeningen. Moet allemaal nog gaan gebeuren. Dus ik heb daar wel vertrouwen in dat dat gaat lukken. Maar ook daar garantie tot aan die deur of aan de voordeur. De handtekening moet nog komen. En ik ben altijd als iemand die als die handtekening staat, dan is het prima en dan komen we met dat nieuws naar buiten. Dus we hebben daar gewoon ook nog werk te doen. En geef ons nou even ook die tijd. En je mag het iedere keer aan me vragen en dan ga ik iedere keer zeggen, nou, ik weet het niet, maar geef ons nog even die tijd. Maar er zit gewoon veel werk in. En ik ben positief, dus ik denk dat die financiering moet lukken. Maar 100% kan ik je echt niet geven. Kunnen jullie als BVO zijn daar eigenlijk nog wel nee zeggen? Ja, je kan het altijd, maar je begrijpt misschien mijn vraag wel een beetje. Met alles wat er al in gang is gezet. Een bestemmingsplan waar al over gesproken is. En dan komen jullie met alle druk die er misschien ook op zit. We gaan het toch niet doen? Kun je dat eigenlijk nog wel? Nou ja, kijk, nogmaals wil ik benadrukken dat wij liever ja zeggen. Dus dat alle stoplichten op groen staan. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Dan, en ik hoop ook dat mensen dat in de supporters ook echt geloven. Dan is het ook echt goed voor de club. En ik beslis er niet alleen over. Dat zeggen mensen als Koevermoos. Dat doen we met onze aandeelhouders. Met de raad van commissarissen. Met de directie. Met externe partijen. Met de mensen van het stadion. Met de gemeente. Dus het is echt wel een groep die daar omheen zit. Dus ik hoop dat we ja zeggen. Maar wij hebben ook echt gezegd in september, en dat ligt ook allemaal zwart op wit, als al die voorwaarden niet zo zijn ingevuld, dan gaat het niet door. Dan doen we het niet. Nou, dat is ook de reden, en ik ken ook de angst. Er wordt nu, of is eerdaags besluit genomen over het bestemmingsplan, over de omgevingsvergunning, dat er angst is dat wij niet meer in de Kuip kunnen blijven voetballen. Wij hebben als Feyenoord zelf ook een zienswijze ingediend. Stuur raar, je wil een nieuw stadion, maar je zet een zienswijze. Hebben we ook ingediend tegen de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan hier. Dat had er vooral mee te maken dat wij ook in de Kuip willen blijven voetballen. Zolang mogelijk en zolang als nodig is.
Nou zijn we over in gesprek geraakt met de gemeente. En er is ook een aanpassing in het bestemmingsplan gekomen. En zoals het er nu in staat, is als het nieuwe stadion wel doorgaat. Dus wij nemen in september die beslissing en het gaat 1 juli 25 open. Dan kunnen wij in de Kuip blijven spelen onder de huidige omstandigheden, onder de huidige vergunningsvoorwaarden. Tot de dag dat wij het nieuwe stadion betreden. Op het moment dat we het nieuwe stadion voetballen, ja, dan gaat hier een ander ontwikkelingsplan bij de Kuip. Dat is ook allemaal beschreven wat er met de Kuip dan gaat gebeuren. Stel, het stadion gaat niet door, want dat heb ik ook een paar keer gezegd, die mogelijkheid is er ook. Dan is in ieder geval ons de garantie gegeven, als Feyenoord zijnde, dat wij voor onbepaalde tijd, nou onbepaalde tijd is heel lang, in de Kuip kunnen blijven voetballen, ook weer onder de huidige voorwaarden en de huidige vergunning die we hebben. Dus dat betekent dat we hier met Feyenoord gewoon voor onbepaalde tijd onze wedstrijden kunnen voetballen, competitie, Europees, beker, dat de interlands zullen zijn, dat de concerten in de Kuip mogen en andere evenementen die er zijn. Mochten wij de Kuip een keer gaan verbouwen, of we gaan hem verleggen, of we willen een ander dak, of we willen, weet ik, nog een Maasgebouw aan de andere kant, alles wat we willen, ja, dan zal er wel opnieuw een vergunningsaanvraag ingediend moeten worden voor die verbouwing. Maar dat is ook altijd zo geweest. Dat is als we hem nu zouden verbouwen ook. Dat is als jij je huis verbouwt met een dakkapel, of ik wil een tuinhuisje in mijn tuin, dan moet ik ook een vergunning aanvragen. Dus als wij aan de Kuip wat willen zouden doen, ja, dan moeten we dat weer opnieuw aanvragen. Maar als het niet doorgaat en wij blijven spelen onder de huidige voorwaarden in de Kuip, dan kan dat zeker voor onbepaalde tijd. Dat ligt vast. Maar daar zit hem een beetje de zorg in. En niet dat Feyenoord niet meer in de Kuip gaat spelen. Dat is goed afgedekt. Dat je bij als een nieuw stadion niet komt, dat je hier kan blijven spelen. Maar hoezeer ik ook van de Kuip hou, als je om je heen kijkt, er moet hier wel wat gebeuren. En de angst is een beetje dat Feyenoord dan toch weer een aantal jaren stilstaat voordat er daadwerkelijk iets verandert, wat wel nodig is. Ja, over die. En dan wordt het voor mij natuurlijk ook ingewikkeld met bouwaanvragen en vergunningsaanvragen, wat je eventueel zou willen. Kijk, ik denk als het stadion niet doorgaat, dan voetballen we sowieso hier nog wel even. Dan moet natuurlijk de ontwikkeling van het hele gebied moet terug naar de gemeente, naar de gemeenteraad. Want dan is het nieuwe stadion gaat niet door en daar gaat anders ingevuld worden. Dat moet sowieso terug. Dan zullen we ook de scherven wel even moeten oprapen wat er allemaal natuurlijk gebeurt. Er zit wel 4-5 jaar tijd in, ja, in dat hele plan. Dus laten we dan eventjes eerst eens rustig kijken wat daar de gevolgen van zijn. En dan spelen we hier een aantal jaar. Maar mocht de Kuip, want uiteindelijk toen met die verbouwvariant die 4-5 jaar geleden uiteindelijk niet is doorgegaan, daar lagen ook allerlei bouwvergunningen en omgevingsvergunningen aan ten grondslag. Dus uiteindelijk hebben we nu nog 10 maanden nodig, 11 maanden nodig om tot die beslissing te komen. En dan kan je pas überhaupt weer gaan kijken wat zou je met de toekomst willen. Dus dat uitstel is ook, of welke vergunning je ook zou willen, is uiteindelijk ook maar een uitstel van 10 of 11 maanden. Want dan ga je verder kijken. Maar hoe lang dat duurt, dat zal denk ik ook afhangen van de verbouwing. Ik ben geen bouwingenieur, is wat je uiteindelijk met de Kuip zou willen doen. Dus dat is voor mij nu moeilijk om te beantwoorden. Of dat een jaar vertraagt, 2 of 3 jaar, dat zouden echt experts moeten zeggen. Snap ik, maar dat is wel een beetje het zorgenpunt, moet ik zeggen, wat ook bij mij dan leeft. Van, hey, kan Feyenoord dat leiden? Want er komen er denk ik een paar hele magere jaren aan, waar je eigenlijk weer stilstaat of wordt teruggeworpen. Nou, ik heb ook net geschetst wat corona voor input heeft als die kapitaalinjectie onverhoed niet door zou gaan. Dat we dan ook gewoon going concern stapje voor stapje beter en dat we daar misschien iets langer de tijd voor nodig hebben. Uiteindelijk staat hier dan nog steeds de Kuip. Stadion waar 47.000 mensen in kunnen. En tuurlijk moet hier het een en ander aan gebeuren. Nou, zullen we moeten kijken wat zijn de meest noodzakelijke dingen. Hoe gaan we die oplossen? Dat ligt uiteindelijk ook bij de stadionexploitatie. Dat ligt niet bij de BVO. Dat zit ook niet in onze begroting. Dus dat zijn wel zaken die het stadion moet oplossen. Daarom zeg ik ook, laten we dan de scherven even oprapen. Of oprapen, niet even. En kijken waar we staan en wat er kan en wat er niet kan. Dan ben je denk ik wel 1-2 jaar verder. En nog moeten we gaan kijken, wat willen we met de Kuip? Ja, dat zullen we allemaal met elkaar weer moeten beslissen. Alles open wat ons betreft. Maar nu is de focus vooral op dat nieuwe stadion. Dat zijn we ook verplicht. Dat was een bewuste keuze om voor nieuwbouw te gaan. Dat moeten we afmaken. En wij hebben in ieder geval gezekerd gekregen van de gemeente, dat als het niet doorgaat, we in de huidige Kuip, onder de huidige voorwaarden, voor onbepaalde tijd kunnen voetballen. En dat is even was onze voornaamste zorg met onze zienswijze. Het geeft ook wel weer aan wat je net vertelt over dat ligt dan ook voor een flink gedeelte natuurlijk op het bord bij Stadion Feyenoord, van een aparte entiteit is natuurlijk, om daar één van te maken. Want dat maakt het volgens mij ook een heel stuk eenvoudiger om de boel te besturen
En ook een wens bij jullie toch, om dat voor elkaar te krijgen? Ja, dat zouden we graag willen. Alleen dat kan zeg maar op de werkvloer kan dat best goed werken. Maar ja, juridisch en belastingtechnisch gekeken, het inschuiven van twee organisaties, entiteiten. Het is natuurlijk eigenlijk een gebouw ook. Met de afschrijvingswaarde, wel of niet, het wordt voor mij allemaal dan alweer snel te technisch. Maar er is een werkgroep nu opgezet om te kijken onder welke voorwaarden is het mogelijk om er één organisatie voor te maken. Is dat financieel aantrekkelijk? Stel, het wordt één organisatie. Welke risico's zitten daar voor de BVO? Zijn daaraan aan verbonden? Is het juridisch mogelijk? Kan dat met één RVC, twee RVC's, één directie? Het zijn toch twee NV's ook. Hoe gaat dat? Dus daar wordt nu ook vanuit de fiscaliteit, vanuit het juridisch oogpunt, wordt daar gewoon alles wordt op papier gezet en onderzocht. Om ook ergens hopelijk in het voorjaar in ieder geval duidelijk in kaart te hebben. Kan het? Hoe zou het kunnen? En welke gevolgen? En is het goed voor de BVO? Nou, dan moeten we kijken of we dat willen en of dat een optie is. Nou, dat is wel iets wat wij graag zouden, maar het moet ook goed zijn weer voor ons. Ja. Ja, want zij worden ook keihard geraakt in deze crisis. De jaarcijfers van het stadion. Ja. Je kan het ook bijna weer niet los van elkaar zien. Kijk, wij voetballen nog. Waardoor we ongeveer 60% is natuurlijk zijn bezoekers. Merchandising draait behalve de webshop minder de winkels en onze zakelijke relaties. Zij hebben natuurlijk echt niks. Want zij moeten het hebben van de food and beverage in het in het stadion van zakelijke evenementen. En dat mag allemaal niet. Dus zij worden nog harder geraakt zelfs dan de BVO. Ja. Ik ga hem nog een keer aan je vragen. Met het hele verhaal wat je nu vertelt. En wetende dat er best wel wat druk op zit. Hè? Het is een heel belangrijk besluit. Je zegt, we willen ook heel graag de ja. Maar je geeft ook aan van, als een van die stoplichten nog op rood staan, dan zeggen we nee. Maar kan je nou echt nog nee zeggen? Want ik heb ook een beetje het gevoel dat je wel als club zijn ook al bijna met de rug tegen de muur aan staat. Dat je bijna niet anders meer kan zeggen dan ja met alle problemen die je anders op jezelf afroept. Nee, nee of ja, ik weet niet precies wat je nou wilde ook zeggen. Nee. Kun je nog nee zeggen? Ja, ik kan nog nee zeggen. Ja, wij kunnen nog nee zeggen. Om het heel kort, geef ik ook eens een keer een kort antwoord. Ja, wij kunnen nog nee zeggen. Goed zo. Onder de voorwaarden die gesteld zijn, absoluut. Goed zo. Ja. Het is achter jou een beetje onscherp te zien, Mark, de spandoeken die er hangen. Het is een gekke gewaarwording in de Kuip nu, natuurlijk zonder supporters, maar op die manier is er nog wat steun. Die band met de supporters is soms wel een dingetje, want als ik social media wel eens afstruin, dan sta je er niet bij iedereen heel erg rooskleurig op en dan druk ik me heel erg mild uit. Wat krijg je daarvan mee? Nou, zelf niet zoveel meer. We hebben een paar wijze mensen gezegd van, ga maar niet meer te veel op social media. Ik heb daar overigens nog nooit op gezeten, maar ik heb wel vier kinderen die daar wel overal op zitten. Dus ik krijg s'avonds regelmatig mee dat ik, hoe zeg je dat netjes, op z'n Rotterdamse, maar dat ik zo dat ik niet de beste Feyenoordman ben om het netjes te houden. Wat doet dat met je? Nou, dat doet mij veel. Natuurlijk krijg je dingen mee. Je kan allemaal zeggen, het gaat allemaal langs me heen. Maar dat is zeker niet zo. Ik ben echt Rotterdammer. Ik voel me ook echt een Feyenoorder. Dus ik heb ook heel veel met die club. Het voelt ook echt als een passie om hier te werken. In het begin van het interview hebben we ook gezegd, we doen zeker niet alles goed. Maar we proberen het steeds beter te doen. En ook met de beste intenties. En dan nog, weet je, we hebben ruim 200 miljoen, of 200, ik zou het willen, we hebben ruim 2 miljoen mensen in Nederland die iets met Feyenoord hebben, die zijn Feyenoord supporter. En wij proberen echt met veel Feyenoord supporters te praten, maar met allemaal is ook gewoon met 2 miljoen is gewoon onmogelijk. Dus dat is lastig. We hebben 3 mensen fulltime op supporterszaken zitten. Als directie praten we veel met supporters. We praten 1 keer in de 6 weken officieel met de Feyenoord supportersvereniging. En dat gaat over allerlei onderwerpen. Dat gaat over de geweldige acties die we hier achter ons zien. Dat gaat over de producten in de winkels. Dat gaat over de horeca. Nou, heel divers. Dat zijn hele leuke fanatieke gesprekken. Maar altijd vanuit een goed hart. En dan heb je natuurlijk het gesprek over de Kuip en het nieuwe stadion. Dat mag ook. Die emotie mag er zeker in zitten. Die hebben wij ook. En dan proberen we met elkaar de stappen verder te komen. Er was een discussie zeg maar, van de fanatieke groep. Van Koevermans wil ons allemaal weg hebben. Ja, je doelt op een document wat dit jaar op social media ook kwam. Waarin een paar speerpunten, beleidspunten van jou
staan waarin je ook zegt, we moeten het ruwe randje verbannen. Dat stond er. Ja, ja, dat was een intern document. Dat was trouwens wel een draftversie. Er zijn uiteindelijk is dat een ander definitief document geworden. Wat ook gedragen is van de RVC tot en met de werkvloer. Dat was eigenlijk een wat breder document met ook zaken over voetbal en de algemene organisatie. Om te zorgen met 6 speerpunten waar we de komende jaren aan gaan werken. Dat kwam eigenlijk weer uit ons beleidsplan 2018-2023. Dus het is voor mij in ieder geval was het geen nieuw document. En is dat ook verder de organisatie ingegaan. Maar daar is een onderdeel van het imago van Feyenoord. Nou, dat is best een lastig onderwerp, kan ik je zeggen. Als je aan 10 mensen hier in deze ruimte zegt, wat betekent Feyenoord voor jou? Wat is het imago van Feyenoord? Dan krijg je ook 10 hele verschillende antwoorden. Ik denk dat er wel eentje altijd naar voren komt. Dat is passie en dat is emotie. Want dat hoort nu helemaal gewoon bij deze club en bij deze stad. Dus om goed uit te leggen wat ik, of in ieder geval nu de organisatie, ook met het ruwe randje van Feyenoord benoemd. En dat is af en toe een dun draadje. Er werd in ieder geval mij verweten van Koevermans wil de fanatieke supporters uit het stadion. Die wil naar theaterpubliek en we moeten allemaal braaf zitten met onze handen op elkaar. Nou, dat is absoluut niet. In ieder geval wat ik wil en de hele Feyenoord organisatie ook niet wil. En ik denk dat de sfeer in de Kuip, dat we allemaal weten, en ik heb hier ook heel veel wedstrijden gezien, hoe fantastisch die kan zijn. Dat ook echt kan toedragen of bijdragen naar het eerste elftal en ook naar overwinningen toe. Je zat net al die spandoeken aan. Nou, we hebben hier de meest fantastische sfeeracties gehad. Ik kan de Armada, kan ik me nog herinneren, het doek. Dat ja, hele grote Rotterdam, Sevilla. De grote Rotterdamse vlag. En jongens, en dan tegen Feyenoord Ajax met alle vlaggenacties. Ja, dan is iedereen trots. Dan heb je kippenvel. En dat geeft natuurlijk ook iets extra's. Dus die sfeeracties, die moeten we ook gewoon in die Kuip op die manier houden. Met de fanatieke aanhang daarachter en langs het veld. Sfeeracties willen we samen ook nog eens met echt bier. Dat is al een notitie uit 2015. En daar moeten we ook wel een paar dingen voor doen. En soms ook voor laten. Dat maakt het ook weer moeilijk. Als wij echt bier willen en we willen fantastische sfeeracties, dan moeten de trappen vrij. En dan mogen we geen ongeorganiseerd vuurwerk hebben. Dat wil niet zeggen dat wij dat altijd ook willen, maar dat is ook de KNVB en de gemeente Rotterdam die dat gewoon nu eenmaal bepalen. Dus kunnen wij nou niet als Feyenoord, we zijn vaak uniek, we zijn vaak de club die als eerste dingen doen, kunnen wij nou niet met elkaar sfeeracties verzinnen die wel zijn toegestaan, maar die nog steeds fantastisch zijn. Zoals wat er nu weer als enige club zo'n beetje in de wereld in het stadion ligt met 25.000 doeken van supporters gemaakt. Nou, daar moeten wij gewoon met supporters over in gesprek blijven, dat die sfeer in die Kuip blijft bestaan en dat we hier nog steeds fantastische acties kunnen doen. Ik wil nog wel even iets zeggen over die excessen, want daar werd het gezegd, het ruwe randje, die excessen. Ja, dat wilde ik al vragen. Wat bedoel je dan wel nou exact mee? Kijk, in de Kuip is het over het algemeen hartstikke goed georganiseerd. Buiten wat ik net zei, ongeorganiseerd en georganiseerd vuurwerk. Kunnen we dat op een bepaalde manier zo voor elkaar krijgen dat het nog steeds heel gaaf is en dat die sfeeracties top zijn en we het team kunnen ondersteunen? Het speelt zich wel af, en dat is vooral met uitwedstrijden, Europese uitwedstrijden, dat daar dingen gebeuren die gewoon niet goed zijn voor Feyenoord. En dus ook niet goed voor het imago van Feyenoord. Ik ben zelf in Rome geweest, ik ben vorig jaar in Bern geweest. Ja, en dat schaadt gewoon echt de club. En wat mensen heel vaak niet weten is dat naar Rome bijvoorbeeld, ik naar het hoofdkantoor van onze hoofdsponsor moet gaan, maar ook naar het hoofdkantoor van een andere grote sponsor die gewoon het contract willen opzeggen. En dat kost de club miljoenen. En dan moeten we ze daar echt over reden en dit en dat. Nou, dat geeft zoveel schade. Dat er ook andere partijen, en dat was mijn woordje stakeholders, ook andere stakeholders, gewoon niet in de club stappen. Omdat dat het randje is wat er ook omheen hangt. Dus hoe kunnen we nou zorgen dat we bij dat soort wedstrijden het ook voor elkaar krijgen dat Feyenoord positief in het nieuws is. Van de zomer het laatste voorbeeld. En ik weet ook, we moeten gewoon met supporters in gesprek blijven. Dat willen we ook graag. Hoe kunnen we dat nou beter organiseren met elkaar? Dat toch die sfeer hier is die fantastisch is. Maar ook bij Europese uitwedstrijden goed gaat. In Duisburg spelen wij een oefenwedstrijd. In de voorbereiding van ons seizoen. Ja, daar gaat het in de stad ook niet goed. En dat betekent dat de week daarna wij tegen Leverkusen niet mogen voetballen. Dat verstoort zelfs de sportieve voorbereiding. We missen een wedstrijd in de voorbereiding. Het wordt niet uitgezonden op televisie. Dat kost ons weer een bedrag, is gewoon niet goed voor de club. Nou, en dat zijn echt zaken die het zou fantastisch zijn als we daarvan af kunnen. Dat zijn excessen die echt de club schaden. Dus we hebben gesprekken met supporters, die gaan we ook graag aan. Hoe het hier fantastisch kan blijven, niet met theaterpubliek, maar met het fanatieke publiek wat we hebben, dat we hier alle thuiswedstrijden winnen. Nog meer dan onder Dik Advocaat alleen. Maar ook hoe we in Europa gewoon ook het beste beentje voor kunnen zetten. Ja.
Nou, dat zijn de excessen met rellen in het buitenland of in het binnenland. Als er rellen zijn, snap ik hem heel goed. Maar als dat op één lijn wordt gelegd met bijvoorbeeld een sfeeractie met vuurwerk, en ik weet inderdaad, het mag niet, maar dat is verhoudingsgewijs zijn dat wel verschillende dingen. Ik probeer hem nu ook goed uit te leggen, want er staat natuurlijk een zin die je op meerdere manieren kan uitleggen. Ja. Het zijn geschreven woorden en een woord kan anders overkomen dan dat die bedoeld is. Ja. Dus ik probeer hem op deze manier ook uit te leggen dat het werd mij in ieder geval verweten van Koevermans wil theaterpubliek. Nou, dat is het laatste wat we willen. Dat heb ik hopelijk leg ik dat goed uit, dat we gebaat zijn bij fanatiek publiek en fantastische acties binnen het toegestaande. Maar dat er ook wel excessen rondom Feyenoord zijn geweest, die vooral inderdaad bij buitenlandse uitwedstrijden hebben plaatsgevonden, die de club echt schaadt. Ja. Ik snap wel waar het vandaan komt bij sommige supporters, die verwarring. Want hoe ik Feyenoord zelf als klein jongetje ooit heb leren kennen als volksclub, benaderbaar. Trainingsveld was hiernaast. Na zo'n training kon ik makkelijk naar een Palbosveld toe lopen voor een handtekening of een foto. Jullie zijn naar 1908 gegaan, veel besloten trainingen. Het volkse karakter, dat gevoel leeft bij heel veel fans, wordt er wel beleidsmatig een beetje van afgehaald. Dat gevoel leeft wel bij heel veel fans. Ja, en dan komt dit er bovenop, zo'n uitgelekt document. En dan hebben mensen zoiets van ja. Ja, nee, ik nogmaals, ik kan alleen maar uitleggen hoe ik het bedoeld heb. Ik hoop dat ik dat duidelijk heb kunnen verwoorden. Maar dat andere aspect, ik vind het ook niet erg als mensen daar kritiek op hebben op mij. Hè? Want als dat zo staat en mensen, je kan me daarop aanspreken. En we hebben daar ook met supporters overleg over. Alleen, ik kan er nogmaals geen 2 miljoen bereiken. Dus ik ben blij dat ik het nu ook hier nog enigszins kan toelichten. Maar wij praten daar met supportersverenigingen, met andere supportersgroepen over hoe dit bedoeld is en hoe we dit ook zien. Dus probeer dat netjes uit te leggen. En als er iets niet duidelijk gecommuniceerd is, om dat ook gewoon toe te geven en hoe dat dan wel bedoeld is. Feyenoord is natuurlijk staat bekend om zijn enorme trouwe en grote legioen en supporterscharen. Dus er wordt ook wel eens gezegd dat wij niet met supporters praten of dat die afstand heel erg groot is. Nou, dat vind ik, dat klopt gewoon niet helemaal, want wij praten heel veel met supporters. Alleen, ja, 2 miljoen is lastig, maar we hebben echt dagelijks contact met supporters. Het is natuurlijk wel zo dat je met zaken die supporters willen, soms zit daar gewoon spanning of tegenstrijdigheid op. Hè? Supporters willen dit, nou, wij willen dat, of wij kunnen alleen maar dat, of wij mogen alleen maar dat. Ja, daar zal altijd, dat is niet van vandaag de dag, dat is natuurlijk al van 60, 70 jaar zit daar gewoon spanning op. Nou, zolang je maar goed met elkaar overleg komt en je kan eruit komen, dan is dat, en dat overleg is er ook. Nogmaals, moeilijk om dat met iedereen te doen, maar zeker in groeperingen doen we dat. En ik vind terecht wat jij zegt, de professionalisering rondom het eerste elftal en openbare trainingen. Natuurlijk moet Feyenoord af en toe een openbare training nog steeds houden. Iedere dag, dat is ook een vraag. Als het heel goed gaat bij de club is dat misschien fantastisch. Als het minder gaat, heb jij zelf ook meegemaakt en je moet hier van de kleedkamer naar de overkant. Is het ook misschien niet goed voor de spelers. Dus je moet daar een balans in vinden. Als het signaal vanuit supporters is dat die balans weg is, omdat we het alleen nog maar dicht hebben, dan moeten we dat horen, gaan we in gesprek en dan gaan we kijken of daar 1 of 2 keer weer openbaar getraind kan worden. Want dat is die club ook. Er moet af en toe, moet je die spelers kunnen aanraken en zien en spreken en een handtekening kunnen vragen. Tuurlijk. Maar die signalen heb jij toch wel al gehad. En dat doe ik even niet op nu de coronaperiode. Want dat het er nu niet is, dat snapt iedereen. Ja. Maar ook voor corona was deze kritiek leefde wel al bij fans. Ja. Nou, en dan gaan we, en dat doen we ook wat mee. Dan gaan wij ook naar Dick toe en naar de staf toe. En dan zeggen we, Dick, dit leeft. Hè? Ook onder supporters. En dan hoop ik dat we daar dan ook wat aan doen. Alleen als supporters verwachten dan kom je, dat het 5 keer in de week is. Ja, dat gaat niet. Er moeten ook besloten trainingen zijn, tactiek. Even rustig kunnen trainen. Maar als het 0 is, dan is het ook niet goed. Dus daar zal, en als het 0 in de 2 weken is, is het ook niet goed. Dus daar moet dan een balans in gevonden worden. Nou, we hebben die gesprekken met supporters. Dan hebben wij ook die gesprekken met gewoon de staf in 1908. En dan moet daar ook een verandering plaatsvinden. Als dat niet gebeurt, moeten supporters ons weer aan onze mouw trekken. En natuurlijk moet Feyenoord 1 of 2 keer, ik zeg niet per week, maar die moeten ook openbaar trainen. Dat hoort ook bij onze club, absoluut. 1 thema wil ik nog met je aansnijden. Een hele interessante, waar we het volgens mij eigenlijk nog nooit over hebben gehad. Maar af en toe komt hij wel voorbij. De Benenliga. Daar kunnen we ook een heel boek over schrijven. Hoe concreet zijn die gesprekken nou? Waar Feyenoord ook bij betrokken zou zijn met eventueel zo'n samensmelting van die competities? Je overvalt me een beetje. Concreet en ook weer niet concreet.
is gewoon waar dat er een aantal gesprekken hebben plaatsgevonden. Ook onder externe begeleiding van Deloitte, die dat onderzoek leiden. Wordt gestuurd vanuit de Eredivisie. Dus daar zit mijn oud-collega Jan de Jong ook bij. Of onze oud-collega. En daar zitten we nu in de laatste fase. Dus daar zijn allerlei onderzoeksfases geweest. En daar zijn er 8 clubs uit Nederland bij betrokken. En ik dacht 6 uit België. Die zitten niet allemaal gezamenlijk met elkaar aan tafel. Dus 1 keer in het kwartaal zitten wij met de Nederlandse clubs en met de Eredivisie en met Deloitte. En doen ze dat ook onafhankelijk met de clubs. In januari komen de mensen weer bij ons langs voor de volgende fase. Nou, daar is gekeken naar mogelijke opzet van het competitiemodel. Moet dat met 20 clubs, met 18 clubs, met 16 clubs? Moet dat à la de Eredivisie gewoon 18 clubs en 17 speelrondes? Moet dat à la het Belgische model met 16 clubs, 30 wedstrijden en dan play-offs met de beste 6 clubs? En dat is één. Daar wordt nog over gesproken. Daar wordt natuurlijk gekeken wat is vooral de financiële meerwaarde. Er wordt door Deloitte gezegd dat dat een enorme toename van de mediagelden zou bewerkstelligen en ook sponsorinkomsten. Daar hebben wij gewoon heel simpel van gevraagd, kan je dat alsjeblieft zo goed en concreet mogelijk onderbouwen? Want we krijgen in Nederland nu 80 miljoen, ik dacht televisiegelden, en in België is dat ietsje hoger met het nieuwe contract. Ja, dan kan je, wij spreken ze bij elkaar 180 en we gaan naar bedrag X toe. Hoe is dat onderbouwd? Kun je dat, want alleen dan zou het al ook een hele interessante stap als dat verdubbelt of verdubbelt. Nou, dan moet je natuurlijk ook nog eens een keer kijken hoe ga je met de clubs om. Daar zou je echt wel parachutebetalingen noemen ze dat, die daar niet aan mogen deelnemen. Dus hoe ga je die meekrijgen? Daar wordt natuurlijk ook mee gesproken. Dat zal vooral ook financieel moeten zijn. En een hele belangrijke is ook, houden wij recht, en die is voor ons echt wel cruciaal, op die Europese plaatsen. België heeft er zoveel, wij hebben er zoveel. Nou, er zijn nu aftastende gesprekken bij de UEFA, want het schijnt dat er nog wel meer leagues kijken om zich te bundelen. Vooral natuurlijk omdat die grote 5 ook weer bezig zijn met een superliga. Dat zit daar natuurlijk weer achter. Die willen straks misschien wel een gesloten competitie over 3 of 4 jaar. Dus hoe kunnen wij dan in ieder geval zorgen dat we zo sterk zijn dat we nog wel in die Champions League kunnen komen met onze competitie of met die Belgische samen. Dat is natuurlijk ook nog de achterliggende gedachte. Maar wij hebben wel aangegeven, en is de UEFA bereid, dat houden we wel gezamenlijk dat aantal plaatsen. Het kan niet zo zijn dat we er nu gezamenlijk 10 of 12 hebben, dat dat naar 6 gaat. Want dan wordt de kans voor Feyenoord natuurlijk ook kleiner om Europees voetbal te spelen. Ja. Nou, dat moet ook allemaal nog besproken worden. En ergens gezamenlijk met het plan wat nu bij de Eredivisie de contouren zijn. Daar is ook gekeken, kunnen we naar 1 league model. Dus dat is de Eredivisie en de Eerste Divisie ook samen vanuit 1 organisatie. Dat wordt in april ergens gepresenteerd in overleg met clubs. Wordt dan ook het finale Beneliga rapport gepresenteerd aan alle clubs. En dan zullen we daar een beslissing in moeten nemen. Weer met elkaar, met de 18 clubs. Dus daar moet nog wel wat water door de Maas. En wij vragen ons natuurlijk ook terecht daar de vraag, kun je onderbouwen waarom, ik noem maar wat, Feyenoord Charleroi of Feyenoord Racing Genk leuker is dan Feyenoord Sparta? Die vragen hebben we ook concreet gesteld, waarom levert dat nou meer op? Dus de 4, 5 topics die echt nog wel goed onderzocht en beantwoord moeten worden. En dan binnen nu een halfjaartje zal er een beslissing over genomen worden. Dat vind ik dan toch nog redelijk snel met het verhaal wat je... Nou ja, omdat je stel dat het op welke manier dan doorgaat. Of die one leaker komt met 1 bestuur, met Eerste Divisie en Eredivisie clubs. En je wil aan de Eredivisie misschien ook het een en ander veranderen. Blijft dat met 18 clubs, 16, 20, weet ik af. Dat is ook allemaal, gewoon kijken hoe kunnen we de Eredivisie beter maken. Geldt datzelfde voor die Beneliga. En dan wordt het misschien wel een beetje ingewikkeld. Maar de laatste Europese cyclus gaat vanaf volgend jaar in, 21-24. Dat is het laatste jaar dat zeg maar de Champions League in dit moment, of de laatste 3 jaar dat de Champions League op die manier gespeeld wordt, Europa League. En dan krijg je er nog een Conference League bij, al de derde league. Dus als je alles zou willen inpassen, en er gaan natuurlijk gesprekken over zo'n Super League en dat de grote landen zich afsplitsen, dan zou je ook wel een keer ergens een beslissing over moeten nemen. Want voordat dat ingepast is en verwerkt is en alles, dan ben je gewoon weer een seizoen verder. En dan zit je al bijna in 3-24. Dus er moet ook wel een keer daar goed, er wordt goed naar gekeken en er moet ook wel een keer een besluit genomen worden. Goed zo. Ten slotte, Mark, om het af te sluiten. We hebben teruggeblikt heel veel op 2020, vooruitgekeken naar 2021. Wanneer is dat jaar voor jou geslaagd, 2021? Kijk, alle focus zit gewoon nog op het seizoen zo goed mogelijk afmaken. Met Dick en met de huidige selectie. Dus
Kijk, het zou helemaal geslaagd zijn natuurlijk als we een prijs winnen, zeg ik je eerlijk. Kan nog landskampioenschap en dan kan de beker zijn. Daar moeten we ook vol voor gaan. Teleurstelling Europees voetbal, die moet dan verwerkt zijn. Dus laten we ons vooral richten de tweede seizoenshelft op de competitie en op de beker. Hopelijk, zeg ik ook met nog een wedstrijd, dat we hier supporters en sponsors mogen ontvangen. We zijn ze al heel erg dankbaar. Want dit seizoen, vorig seizoen waar ze allemaal van afgezien hebben. Maar ook de steun die wij ontvangen van heel veel supporters nog. En partners die ons nog steeds ontzettend steunen. Daarnaast nog ontzettend belangrijk dat we deze periode gewoon doorkomen, zeg ik eerlijk. Dat is een beetje ook mijn of onze kerstwens en gedachte. Niet alleen wij als Feyenoord-familie, maar ook alle andere sectoren. De zorg, de horeca, de evenementenbranche, retail, de winkels die nu allemaal dicht zijn. Laten we zorgen dat we daar vanaf half januari, maar misschien wel half maart, zo snel mogelijk en zo goed mogelijk doorheen komen. Daarna allemaal een vaccin krijgen. En dat we dan met de Feyenoord supporters en onze Feyenoord medewerkers hier de laatste 3-4 thuiswedstrijden in een volle kuip zouden kunnen kijken. Dan is het voor mij in ieder geval, als corona overwonnen is en we zitten hier weer met z'n allen, dan ben ik een heel blij mens. Hoe leef je er naartoe? Een moeilijk jaar, een uitdagend jaar? Nou ja, ik sta 's ochtends wel eens mijn haar te komen in de spiegel en dan zie ik al die grijze haren en rimpels die er in een jaar bij zijn gekomen. Ik zou er wel voor tekenen als dat hetzelfde is gebleven, het aantal, als we dat eind 2021 hebben. Maar ik kijk er naar uit. Het is iedere dag nog echt geweldig om naar de Kuip te rijden, om hier te werken onder welke moeilijke omstandigheden ook. Daar put ik heel veel energie uit met de steun van iedereen die we krijgen, supporters, medewerkers. Zeker niet vergeten, partners. Dus het zal echt wel weer een boeiend en spannend jaar worden. Ik zou wel heel erg blij zijn als corona verdwenen is en we hier weer gewoon vooruit kunnen kijken in een volle kuip. Dankjewel. Graag gedaan.